Dames en heren. Goedenavond. Inmiddels zijn we met 5 minuten vertraging dan toch aan de start van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces van 2018. U heeft in de oplettende lezers hier ter linkerzijde van mij hebben opgemerkt dat dinsdag 10 juli 2017... wellicht toch niet helemaal het juiste jaar is. Dat was ook geen dinsdag, denk ik dan. Maar laten we maar doen alsof het de agenda van vandaag is. Dus van 2018. En omdat er nog wat handtekeningen worden verzameld onder diverse moties. Die zijn voorbereid en waar u ongetwijfeld op uw manier al onderdeel van het proces bent geweest. Waren we even wat later. Er is bericht ontvangen van de afwezigheid van de heer Kamps. Nee, is wel. Ik wou zeggen, die heb ik net gezien. Ja. Maar mevrouw Vissering en mevrouw Sieben zijn in ieder geval niet aanwezig. En voor de rest zijn wij... Nee, mevrouw, meneer Hoedemaker ook niet. Die zou wellicht later aanschuiven. Dus daar staat nog een vraagteken achter. Hoeft ons niet te beletten om te beginnen. Wat mij betreft met een hartelijk welkom ook aan de mensen op de publieke tribune en de mensen die dit via internet volgen. Vanavond belangrijke stukken die richtinggevende discussies kunnen opleveren. Ik hoop daar in ieder geval op voor de voorbereiding van de begrotingen voor het volgend jaar die later in dit najaar in deze zaal aan de orde zullen komen. In november hebben we daar de raadsvergadering natuurlijk over de begroting 2019 en de opmaat. Naar die bespreking en ook de bespreking over het dan voorliggende bestuursprogramma. Die wordt nu vanavond eigenlijk gestart met het gesprek aan de hand van het eerste bespreekpunt wat straks aan de orde is onder agenda punt 8. Het voorstel over de kaderbrief 2019. Maar voordat we daar zijn, hebben we eerst nog een aantal andere zaken te doen. Eerst de vaststelling van de agenda. Is er onder u iemand die bij het vaststellen van de agenda een opmerking wil maken? Ja, de heer Boy. Ja, voorzitter. BBC wil gezamenlijk met CDA en PvdA een motie vreemd aan de dag aan de orde stellen. Agenderen, alsjeblieft. Wilt u ook nog even zeggen waarover? Betreft beleidsregels zonneakkers. Beleidsregels zonneakkers. Ik stel u voor conform de gebruikelijke handelswijze om dat inderdaad toe te voegen aan de agenda. Dus na de reeds geagendeerde bespreekpunten. Akkoord. Andere opmerking over de agenda, de heer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een voorstel willen doen om deze motie vreemd aan de orde van de dag voorafgaand aan het bespreekpunt te agenderen, mede in verband met de mogelijke aanwezigheid van betrokkenen op de tribune. Heldere motivering. Iemand daar iets over op te merken over die suggestie? Zo niet, dan stel ik voor dat we die suggestie volgen. En dat we dus agenda punt 8 beginnen met dit onderwerp. Ja? Al dus maar alvast geadopteerd. Zijn er andere opmerkingen over de agenda? Dan is het dus met die aanpassing. Bespreekpunt 8. De bespreekpunten beginnen met de behandeling van de motie vreemd aan de orde van de dag. Al dus de agenda vastgesteld. Dan hebben we het over de besluitlijst van de vorige vergadering 19 juni. Jongstleden, wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Dat is die conform vastgesteld. Er zijn van de in de commissie reeds besproken zijnde ingekomen stukken afdoeningsvoorstellen geformuleerd. Met een kleine discussie ook nog over wat moeten we precies verstaan onder het afdoeningsvoorstel ter afdoening in de handen van het college. Welkom meneer Hoedemaker. Ik ga ervan uit dat u kunt instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van die ingekomen stukken. Dat is het geval. Al dus besloten. Dan zijn we daarmee bij agenda punt 6 alweer aangekomen. En dat zijn de hamerstukken. Het gaat over een aantal hamerstukken die vanavond op de agenda staan. Allereerst het voorstel in zaken de zelftoetsing archiefbeheer. Het voorstel in zaken de wijziging van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Drenthe. Het voorstel in zaken de vaststelling van de verordening op de Doe-Mee-pas. Het voorstel in zaken de verhuizing van de streekomroep zo uitroepteken 34 naar het hospicehuis de Emmen. Het gaat om het voorstel als vijfde in zaken de vaststelling van de verordening toeristenbelasting 2019. En zesde als laatste hamerstuk het voorstel in zaken het jaarverslag 2017 en alles wat daarin is opgenomen.
Conform de afspraak in de commissie kan dit bij hamerslag met algemene stemmen worden besloten. Dat is conform gebeurd. Er zijn geen stemmen, geen stukken die een korte stemverklaring vroegen. Agenda punt 7 is daarmee dan ook afgehandeld. En dan zijn we, u ziet hoe snel het gaat, zijn we reeds bij agenda punt 8. U heeft allemaal de voetbalwedstrijd van vanavond 8 uur in het hoofd, merk ik al. De motie vreemd aan de orde van de dag over de zonakers. Ik kijk dan maar eerst toch in de richting van de heer Boy. Of u daar het spits over wil afbijten, dan heeft u het woord. Ja, voorzitter. Vanaf het spreekgestoel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de afgelopen weken is er nog wat commotie geweest over de beleidsregels zonneakkers. Met name de plaatsing van zonnepanelen rondom Steenwijksmoer. En onze fractie heeft samen met de fracties van CDA en PvdA gemeend te proberen verdere uitbreiding van zonnepaneelparken rondom Steenwijksmoer uit te sluiten. En daar hebben we dus een motie voor opgesteld. En de hele motie wilt u voorlezen? Of alleen het laatste? Het laatste dictum verzoekt het college. Wij verzoeken het college om na het vergunnen van in totaal 48 hectare in het gebied bekend als Wateringen en na het beoordelen en honoreren van de overige aanvragen die niet in het zoekgebied rond Steenwijksmoer liggen en die de totale opdracht van 100 hectare compleet maken, in de beleidsregel vast te leggen dat de zoekgebieden in de gemeente worden opgeheven. Het volgende punt, inwonersinitiatief of deelname aan projecten met veel draagvlak, echter wel in behandeling te nemen. En wij denken dan bijvoorbeeld aan kleine projecten zoals Postcode Roos, zoals in Sleen al aan de orde is geweest en nu speelt in Zwelo-Aalden. Dat is het, voorzitter. Dank u wel. Ik neem aan dat de heer Zuur daar ook wel nog iets aan toe te voegen heeft. Nee, niet zozeer. De heer Slomp, ook als mede-indiener. Kijk maar even naar de eerste indieners. Anderen die het woord wensen te voeren over deze motie? Ja, de heer Oudeboon en de heer Roedemaker en dan de heer Stoker. De heer Oudeboon, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals altijd juicht de VVD-fractie initiatieven zowel voor bedrijven als particulieren toe. In deze kwestie begrijpen wij dat de inwoners van Steenwijksmoer bang zijn om het zonnepark Wahalla van gemeente Koeweren te worden. Er zijn al meerdere initiatieven in de gemeente. Die 100 hectare zitten al vol ondertussen. En zoekgebieden kunnen worden opgeheven of opgegeven als er een goed gedragen en breed gedragen project is. Dus van project tot project bekijken. Dat vinden wij belangrijk als VVD-fractie. Dus we steunen deze motie. Dank u zeer. De heer Goedemaker. D66. Dank u wel, voorzitter. Ik meen twee gemeenteraadsvergaderingen geleden hier uit de mond van de wethouder gehoord te hebben dat 100 hectare vooralsnog voldoende lijkt voor de zelf opgelegde taakstelling met betrekking tot de zonneparken. Maar het is bij lange na niet genoeg om te voldoen aan onze elektriciteitsbehoeften. Zeker niet als in de nabije toekomst gebouwen van het gas afgaan en we elektrisch gaan rijden. Daarvoor is meer nodig. Denk aan windenergie, energie uit waterkracht, maar zeker ook meer zonne-energie. D66 is dan ook erg gecharmeerd van de oproep van deze motie om bewonersinitiatieven met veel draagvlak altijd in behandeling te blijven nemen. En dat geldt wat mij betreft niet alleen voor zonneparken, maar ook voor windmolens en voor waterkrachtinitiatieven. Ik kijk echter wat vreemd op tegen de oproep om de zoekgebieden voor zonneparken op te heffen. En ik vraag me dan ook af wat de BBC daarmee bedoelt. Dank u wel. Is het handig om meteen in de eerste termijn hier op te beantwoorden, lijkt mij. De Boy. Ja, nou zoals eerder gesteld, de opzet van deze motie die behelst natuurlijk te verhinderen dat er meer zonneakkers rondom Steenwijksmoer komen. En omdat de zoekgebieden, wat net gememoreerd door de VVD, die 100 hectare die gepland is, die zijn eigenlijk volgepland. Dus wij hebben eigenlijk gemeend op eenvoudige wijze te beletten dat Steenwijksmoer, het gebied van Steenwijksmoer, verdere uitbreiding behoeft. Goedemaker.
Met dat laatste ben ik het beslist niet oneens. Maar als u aangeeft, voorzitter, dat de zoekgebieden in Coevorden hiermee volledig vol zijn, dat is me wat een beetje een brug te ver. Mooi. Heer Hoedemaker, wat belet ons als deze beleidsregel van tafel is en er in de naaste toekomst blijkt dat er weer behoefte is om meer zonneparken open te stellen of te laten vestigen? Wat belet ons dan om te zijner tijd een nieuwe beleidsregel zoekgebied zonneakkers op te laten stellen door het college? In overleg met inwoners het liefst, ja. Heer Slom, PvdA. Ja, kijk, volgens mij op zich in de beleidsregel staat dat 100 hectare 100 hectare is. Punt wat we nu even willen maken is dat je het zoekgebied van tafel haalt. En dat je in de toekomst als er nieuwe aanvragen liggen, bijvoorbeeld of een taakstelling van de Rijksoverheid, dat je dan opnieuw ruimtelijk gaat kijken waar je aan zonneakkers dan ruimte wil geven. En daar ziet deze motie op. Dank u wel. Ik denk, stel voor dat we toch even eerst de eerste termijn een beetje verder vervolgen, want ik zag de heer Stoker nog melden en de heer Bouwers dacht ik ook. De heer Stoker, ga er gaan pakken. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp de intentie van deze motie om inderdaad rond Stemmingsmoer de aanleg van zonneakkers te voorkomen. De heer Lars Hoedemaker heeft net daar al wat vragen over gesteld. Ik meen me ook te herinneren dat de inwoners van Stemmingsmoer ook volgens mij alternatieven hebben aangegeven als het gaat om de energieladder. En dit is wel wat ik heel erg mis, want volgens mij laten we daarin ook een aantal initiatieven liggen die we ook zelf als gemeente zouden kunnen oppakken. Graag een reactie van BBC waarom daar niet specifiek aandacht in is gegeven in deze motie. En ik ben daarnaast ook heel benieuwd naar de reactie van de verantwoorde portefeuillehouder. Ja, dat is terecht. Maar die zal zo meteen ook het woord wel voeren namens het college. Maar we zijn nog niet helemaal rond, dus ik ga ook nog even naar de heer Bouwers kijken. Ga de gang, gemeente PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. En beleidsregel zonneakkers, zoekgebied Stemmingsmoer. Ja, ik kan mij daar wel wat bij voorstellen dat er ook wat breder gekeken moet worden. En kan worden. En dus wat dat betreft denk ik dat deze motie goed komt. En wij zijn in de toekomst, wat ook door de heer Oudeboom wordt gezegd, van veel meer nodig dan dat wij in Coevorden in eerste instantie misschien wilden. Dus goede zaak. En wij hopen dat wij hier voldoende krijgen om ons eigen gebied te kunnen voorzien. Dank u wel. Kijk even of nog een restantje als laatste bijdrage in deze eerste termijn. Nog even een respons van de fractie BBC kan komen, de heer Boye. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even terugkomen op het argument zonneladder, wat van de heer Stoker komt. De zonneladder, dat blijft gewoon intact. Dus het bedek van daken, dat valt buiten deze beleidsregel. Goed, daarmee besluiten we de eerste termijn. Dan geef ik graag het woord aan de heer Huizing als portefeuillehouder op dit onderwerp namens het college. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. En laat ik maar gaan beginnen met de opmerking van de heer Hoedemaker. Vandaar, volgens mij met 100 hectare zijn we er niet. Nee, dat klopt. Als wij de totale energievoorraad in onze gemeente willen gaan door middel van zonneakkers zouden willen gaan benutten, dan hebben we 2100 hectare nodig. En dan hebben we het vervoer overigens nog niet meegenomen. Of we hebben 100 windmolens nodig. Of, en dan komen we meteen op de daken van woningen, dan moeten we 290.000 woningen volleggen met zonnepanelen. Nou, volgens mij moet in dat geval collega's Viers een hele andere woningbouwstrategie gaan hanteren. En daar komen we bij lange na niet aan. Dus ik denk wat dat betreft zijn de zonneakkers zijn eerste aanzet. Het is wel van onze kant ook de aanzet van hoe denken wij dat we de discussie überhaupt moeten gaan voeren. Hoe kunnen wij benadrukken dat wij zonnepanelen, dat wij dat zien als een hele serieuze manier om energie op te wekken. En niet alleen op die akkers, maar vooral ook op daken. Dat gebeurt al heel veel. We zien gelukkig steeds meer particulieren overstappen. De woningbouwcoöperaties die zijn daar goed mee bezig om dat voor hun huurders aantrekkelijk te maken. Maar daar kan nog veel meer gebeuren.
En dan is de vraag van, ga je daarop wachten? Nou, wat ons betreft dus niet. Ten eerste om het onderwerp op de agenda te zetten, om het aan te jagen met die 100 hectare. En ook gewoon om de grote stap in één keer te maken. En de energieladder wordt, of is een aantal keer genoemd. Nou, daar is ook heel helder, de provincie hanteert hem ook. Hanteert hem ook als toetsingscriterium. En de provincie stelt niet, en volgens mij is dat heel terecht ook, als toetsingscriterium. Pas als alle geschikte daken in een gebied vol worden gelegd, dan mag je richting zonnakkers gaan. Ze gaan wel kijken van wat gebeurt er. En zeker richting een initiatief nemen. Wat doe je met je eigen daken? Heb je eigen daken in dat gebied? Ja, dan zul je daar ook een passend antwoord op moeten hebben waarom je het toch op een akker wilt leggen en niet op je eigen dak. Of aanvullend op je eigen dak ook op een akker. Dus we hebben een forse opgave. Nou, gelukkig hoeft het niet alleen maar met zon en wind te worden opgelost, maar hebben we ook nog biogas, waterstof nog in de hele transitie. En die opgave, het werd al genoemd van, nou, misschien komt er nog wel een aanvullende opgave vanuit de provincie. Mijn suggestie zou juist zijn, en ik denk dat dat ook een goede insteek is voor als u als raad met het raadsprogramma aan de slag gaat. Ga niet afwachten tot de provincie komt met een taakstelling, maar ga gewoon zelf aan het stuur zitten en zeg van, nou, provincie, we weten wat de opgave is waar we aan moeten voldoen. En dit mag u van Coevorden verwachten. Dan staan we zelf aan het stuur. En volgens mij is dat een betere dan maar wachten wat er op ons afkomt. Dan concreet als het gaat om de motie en ook het zoekgebied. Nou, op de avond in Stenwijk-Smoer heb ik ook al aangegeven. Nee, wij zien de zorgen, wij begrijpen ze. En ik zie ook goede mogelijkheden om het zoekgebied om dat te gaan verkleinen. Nou, het wordt hier verwoord als het gebied de Wateringen. Ik heb dat zelf geloof ik gezegd, het gebied tussen de N34 en het Dwarspad. Dan hebben we het over hetzelfde gebied. Dus dat is volgens mij een heel prima zoekgebied. En ook daar gezegd van, dit is het zoekgebied voor deze opgave. Net als we dat bij windmolens hebben gedaan. Dat hebben we ook gezegd, we hebben twee zoekgebieden. Op het moment dat is ingevuld... Ja, dan vervallen die zoekgebieden ook. Dan is het niet zo dat, stel dat er toch een nieuwe taakstelling of wat dan ook komt, dat weer de zoekgebieden geworden. Nee, volgens mij hoort dat er niet bij. Dan moet je breder gaan kijken. Dus dat gedeelte, dat lijkt mij ook zeer terecht om dat op te gaan nemen straks. Ik zou daar wel aan willen toevoegen, niet naar vergunningverlening, maar naar realisatie. Want vergunningverlening wil nog niet automatisch zeggen dat het ook gerealiseerd wordt. Dus na realisatie vervalt het zoekgebied en dat zal dan, we hebben het er in het college ook over gehad van, kijk, ik kan de spotfirehouder wel wat winnen, maar ik moet daar de steun voor hebben. En daar is ook al op dit punt aangegeven van nee, wij kunnen ons prima vinden in een verkleining van dit zoekgebied naar het gebied zoals dat hier wordt omschreven. Inwoners, sorry, even de heer Zuur nog even tussendoor. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit aan op het punt na realisatie. Want stel je voor, even de hypothese, dat voor realisatie, de twee vergunningen die nog lopen, die worden gehonoreerd. En voor realisatie van alle gebieden, om die 100 hectare vol te krijgen, komt er een vergunningaanvraag voor iemand die wil een zonnepark bij... de achterburen of bij inwoners in Steenwijk-Smoer direct in de achtertuin. Dus niet aan de N34. Niet op de afstand van, zoals het ongeveer lijkt, 900 meter, maar direct in de achtertuin. En die wordt eerder, die vergunningaanvraag is er, met realistische kans dat die eerder daadwerkelijk wordt aangelegd. Is dan de volgorde van de vergunningenaanvragen bepalend, zodat deze moet wachten tot dat? Of... Zit daar nog een mogelijke bedreiging in dat wel de rest van het zoekgebied wordt gebruikt? Wat dan in ieder geval geldt is het eerste punt zoals de motie ook oproept, het zoekgebied wordt verkleind. Dus die optie dat direct aansluit aan de kern Steenwijk-Smoer wat zou kunnen worden gebouwd, die optie is daarmee als je het zoekgebied verkleint sowieso overvallen. En voor de rest... Wat ik met mijn opmerking bedoelde is, we gaan vergunnen in eerste instantie tot de 100 hectare vergund is. Maar pas als daadwerkelijk die 100 hectare ook gerealiseerd is,
dan zeggen van nee, dan is onze opgave zoals we die hier in deze beleidsregel hadden, daar hebben we al voldaan. Dat betekent niet dat als zich nadat die 100 hectare vergund is, zich nog iemand meldt voor een ander gebied wat dan wel binnen de zoekgebieden valt. Dan zal de boodschap ook op dat moment zijn van nee, het zit nu vol, het is vergund. En pas als blijkt dat een van de vergunde projecten uiteindelijk niet gerealiseerd wordt, nou ja, dan is er nog wel weer ruimte om binnen de dan gewijzigde, laat ik dat dan voor de helderheid zeggen, gewijzigde zoekgebieden op zoek te gaan naar een andere locatie. En die locaties zijn er ook dan nog wel. En dan de tweede bullet, daar had ik wat vraagtekens wat voor projecten we dan precies aan moesten denken. Maar volgens mij heeft de heer Boer dat goed aangegeven. En vooral het kleinschalige, dat geeft de beleidsregel ook al aan voor dat kleinschalige. Daar is die ruimte er. Voor een park van 20 hectare, volgens mij is dat niet kleinschalig. En is die ruimte er dan niet? En dat was mijn vraag geweest aan de indieners van bedoelen jullie dat inderdaad ook op die manier? Nou, die beantwoording was helder. Dank u wel. Ook een helder pre-advies in die zin over de motie, inclusief de verduidelijking op een onderdeel. Wenst iemand gebruik te maken van de tweede termijn? Of ja, de heer Boy, BBC? Ja, nog één ding, voorzitter. Ik ben blij dat er een meerderheid aftekent voor deze motie. Ik ben ook blij met de geruststellende woorden van de wethouder, dat in ieder geval de onzekerheid bij inwoners van Steenwijksboer weggenomen is, dat ze niet ingepakt worden in zonnepanelen. Dus dat is ons duidelijk. Dank u wel. Dank u wel. Andere behoeften? Ja, de heer Zuur. Ja, dank u wel. Wij zijn ook blij met de steun voor deze motie. Dat wij hierachter staan geeft ja, ook aan dat ja, we het wel ongelukkig vinden hoe het nu is gelopen met en de vergunningaanvragen en daarnaast het traject van de beleidsregel. Dat heeft ook voor grote onduidelijkheid gezorgd in Steenwijksmoer. Wanneer deze vervalt, zou ik het college willen adviseren niet te wachten tot, en ja, daar kunnen we zelf ook aan het stuur gaan zitten, helemaal terecht, niet te wachten tot er weer een nieuwe aanvraag ligt of er aanvragen aan te komen, maar ook om dan zelf actiever de boer op te gaan om te zorgen voor nieuwe zoekgebieden. Waarbij overigens ja, ik ook wel Steenwijksmoer in zoverre er wel tegen moet zeggen van het is niet zo dat Steenwijksmoer nu volledig uit beeld is. Als er gezocht wordt naar een nieuw zoekgebied, kan dat natuurlijk heel goed weer in de buurt van Steenwijksmoer zijn. Laat dat ook helder zijn. Die helderheid moeten we ook geven. Dus dat dit zoekgebied nu van tafel is, dat wil zeggen dat het traject dan opnieuw gaat lopen, of het college wellicht, misschien wij als raad naar aanleiding van de duurzaamheidsdiscussie. Maar die hoop moeten we ook niet creëren, of die verwachting moeten we ook niet creëren. Dan ligt alles gewoon weer open. Heer Boy. Ja, voorzitter, ik kan er me aansluiten, maar ik denk wel dat er wel draagvlak moet zijn voor dergelijke zoekgebieden en niet zomaar weer even neergooien. Eens dat traject, en dan hebben we daar hopelijk ook de tijd voor, zal zorgvuldiger moeten worden doorlopen. Dank u wel. Andere in tweede termijn, de heer Slomp. Ja, dank u wel. Ik ben met CDA Zuur eens dat we de impact van deze toch wel forse ruimtelijke ontwikkeling wel wat onderschat hebben, denk ik. En dat jammer is. Op het tweede punt ben ik het niet met hem eens wat onze fractie betreft. Zou bij een nieuwe discussie over zoekgebieden in ieder geval niet logisch zijn om weer naar Steenwijksmoer te kijken. Want die hebben een opgave wel gedaan, denk ik. Zuur? Nou, die woorden heb ik ook niet gebruikt. Maar ik wil ook geen verwachtingen wekken ten opzichte van welke. Ja, nou, dat mag. Maar goed, we kennen de stevige opgave. Dan zullen we dan opnieuw bekijken. Maar dan hebben we wel de ervaring van nu natuurlijk. Ik bedoel, het is niet zo dat we het dossier aan de kant gooien en net doen alsof er niks gebeurd is. Dus dat zal duidelijk zijn. Helder, die opgave als dan hè, wordt opnieuw gewoon blanco gevoerd. Maar dan wel met inachtneming van de situatie zoals die dan bestaat. Ja. Anderen nog voor een tweede termijn? Ja, de heer Stoker. Ja, voorzitter, heel kort. Mijn fractie kan akkoord gaan met deze motie. Maar ik wil tegelijkertijd ook de inwoners van Steenwijksmoer een oproep doen. Want tijdens de discussie met inwoners van Steenwijksmoer hebben die het vooral steeds over de zon of de energieladder gehad. Ik zou de oproep willen plaatsen van daar waar nog lege daken zijn in Steenwijksmoer. Ga ze vooral ook zelf vervullen.
En leveren op die, nee, en leveren op die manier ook een bijdrage aan een transitie die gewoon hartstikke noodzakelijk is. Dank u wel. Ik ga ervan uit dat de portefeuillehouder niet zozeer de behoefte meer heeft om daar nog iets aan toe te voegen. Dat is helder, hè? Goed, kunnen we dan overgaan tot de besluitvorming over de motie. Is er iemand die nog tegen is deze motie? Dan verzoek ik die de hand op te steken. En zo niet, dan is met de instemming van alle aanwezigen de motie aangenomen. Al dus besloten. Goed, daarmee zijn we bij 8, dat was 8, de 8-1 in de volgorde. Nu het oorspronkelijke 8-1. Het voorstel in zaken de kaderbrief voor 2019. Zoals die in de cyclus past, jaarlijks op dit moment in de tijd ongeveer, komt er een kaderbrief. Deze is natuurlijk wat bijzonder omdat we nog maar kort geleden met u als nieuwe raad zijn begonnen en met het college formeel in een nieuwe samenstelling, hoewel met bekende gezichten. Maar de kaderbrief is natuurlijk in die zin nog een frisse start voor deze bestuursperiode. Dat heeft u ook in de tekst wel aangetroffen. Er is een afspraak gemaakt over de manier waarop we dit onderwerp aanvliegen met spreektijden. 10 minuten per fractie. We doen dat traditiegetrouw in de volgorde van de omvang van de fracties. Dus dan weet u ook wanneer u aan de beurt bent. Gevolgd door een eerste termijn van de kant van het college. Met een 10 minuten spreektijd per collegelid. Dan de pauze. En dan hebben we nog 5 minuten, zeg maar even, per fractie. En dan wel per collegelid voor de tweede termijn. Alvorens we tot conclusies komen. En daar, zoals we nu weten, horen ook wel besluiten over een aantal moties bij. Die ongetwijfeld in de bijdrage in de eerste termijn zullen worden aangekondigd en toegelicht. Goed, dat eventjes van de orde. Daarover ook geen misverstand. Dus wat mij betreft kunnen we beginnen met een uitnodiging in de richting van de fractie BBC om in die zin ook maar het spits af te bijten. En om 18:18 nou... 18:19, de klok gaat lopen, u weet hoe dat werkt. Zo hadden we dat kunnen afspreken, maar dat hebben we niet gedaan. Dus het is 10 minuten per fractie. Dat gaat u vast lukken. Ja, dank u wel, voorzitter. Geacht college, raad, toeschouwers op de tribune en kijkers thuis. Belangen buitengebied Coevorden is trots op de gemeente Coevorden. We staan er goed voor in vele opzichten. Onze complimenten voor de college en de ambtelijke organisatie. Ambities en ontwikkelingen. Aan ambities bepaalt geen gebrek. Er komt de komende periode veel op ons af. Kijk alleen eens naar de invoering van de omgevingswet in 2021. De invoering is een nog nooit eerder vertoonde juridische operatie. Wij vragen het college om in het ambitiedocument in het kader van de omgevingswet niet te wachten tot de omgevingswet is aangenomen, maar reeds nu al vooruit te lopen op het vereenvoudigen van regels en voorschriften voor particulieren en bedrijven. En te komen tot een zogenaamde flitsvergunning, zodat eenvoudige aanvragen binnen korte tijd afgehandeld kunnen worden. Financieel gezond blijven. Het jaarverslag over 2017 maakt duidelijk dat we financieel weer gezond zijn. Daar hebben we onze waardering over uitgesproken. Gezond blijven voor de komende jaren is het credo. We weten dat er vele uitdagingen op ons pad komen. Denk daarbij aan groen onderhoud, goede infrastructuur, behoud van voorzieningen, glasvezel, duurzaamheid, preventie in de zorg en de woon- en centrumvisie. Ten behoeve van de algemene reserve dient een bepaald minimumniveau in stand te worden gehouden om de nadelige saldi van de exploitatie en andere potentieel aanwezige risico's op te kunnen vangen. Wij vragen het college hoe groot is de feitelijke begrotingsruimte voor deze bestuursperiode. We weten met elkaar dat onze woonlasten de hoogste van Drenthe zijn ten opzichte van andere gemeenten. Graag vernemen wij van het college of zij voornemens is te onderzoeken op welke wijze deze belastingen verlaagd kunnen worden. BBC is enige tijd geleden een onderzoek gestart naar een alternatieve wijze van afvalinzameling, waardoor de afvalstofheffing verlaagd zou kunnen worden. Bij de begrotingscyclus in het najaar komen we daarop terug. Onze fractie pleit voor het instellen van een functie subsidiecoördinator, CQ Fondsenwerver. Iemand met veel kennis en ervaring op het terrein van Europese, landelijke en regionale subsidies. Met een gestructureerde aanpak kan dit onze gemeente veel geld opleveren. Eventueel kan dit in samenwerking met partners uit de regio. Over dit onderwerp willen wij, na mijn betoog, een motie indienen. Duurzaamheid en klimaat.
Met de energietransitie staan we misschien wel voor de grootste uitdaging van deze eeuw. Het is een van de onderwerpen waarop we, dankzij het in april afgesloten raadsakkoord, straks met onze inwoners over in gesprek gaan. Maar de trein raast onverminderd voort, ook in onze gemeente. Onze fractie pleit er daarom voor om zo spoedig mogelijk een duurzaamheidsloket te openen en daarmee niet te wachten op de uitkomst van het raadsakkoord. Een loket waar de inwoners met al hun vragen terecht kunnen over energiebesparing en duurzame energie. Alle vragen moeten langs dit loket. Ook kan men hier geïnformeerd worden over het aanvragen van subsidies of duurzaamheidsleningen. Herstructureringen van dorpen en wijken. BBC is een groot voorstander van de invoering van een herstructureringsfonds voor de ruimtelijke kwaliteit. In dit fonds moeten de komende jaren bedragen worden gestort om vervolgens in overleg met de inwoners kwaliteit terug te brengen op die plekken waar ze verdwenen is. Met deze regeling, wellicht met steun van de provincie Drenthe, kunnen we de dorpen en wijken helpen om binnen de bebouwde omgeving verpaupering tegen te gaan en stilgevallen ontwikkelingen weer in gang te krijgen. Nu de verkoop van huisplaatsen in de dorpen uitermate succesvol verloopt, hoopt onze fractie dat onze gemeente goede initiatieven soepel behandelt, daar waar inbreiding mogelijk is. In de kaderbrief schrijft het college iets extra's te doen aan openbare ruimte en openbaar groen. In dat verband maken we ons zorgen over de recentelijke berichten dat er gebrek aan mankracht zou zijn om het groen dat uit de grond schiet in bedwang te houden. De klachten die ontstaan rondom het groenonderhoud kunnen niet meteen worden opgelost. Dat maakt ons ongerust. Kan de wethouder die ongerustheid wegnemen en zijn er inmiddels aanvullende maatregelen genomen? Van het stimuleringsfonds, met name deel 2, is een substantieel deel niet opgesoupeerd. Dit is jammer, want het is de bedoeling dat het geïnvesteerd wordt in dorpen en wijken. We pleiten er dan ook voor om bij de opmaak van de begroting 2019 het niet benutte bedrag van de stimuleringsfondsen 1 en 2 opnieuw aan het stimuleringsfonds dorpen en wijken toe te voegen. Wij zullen hier een motie over indienen. Komt ook aan het slot. Mobiliteit. Een uitgewerkt voorstel voor de aanleg van de zuidelijke rondweg van Coevorden zien we met belangstelling tegemoet. Het zal de economische kansen voor Coevorden ongetwijfeld vergroten. Werk in de buurt bevorderen en het zal tegelijkertijd voor zorgen dat ook bij groei van de bedrijvigheid en verkeer de doorstroming gewaarborgd blijft. Er is echter meer dan de zuidelijke rondweg. Een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en publiek vervoer van de dorpen is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van het buitengebied en om te zorgen dat kwetsbaren in onze gemeenschap niet geïsoleerd raken. Beide vormen dienen elkaar te versterken. De gemeente moet een inspanning plegen om goed en aansluitend vervoer te regelen. Wij pleiten ervoor om de dorpskernen weer op te nemen in de busroute. Bushaltes voor rotondes zijn ongewenst, mede uit verkeerskundig opzicht. Naast mobiliteit zijn verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stad en dorpen minstens zo belangrijk. We vragen hieraan de komende jaren extra aandacht te geven. Graag zien wij de relatie tussen mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid beschreven in het bestuursprogramma. Recreatie en toerisme. Het vergroten van de vitaliteit van vakantieparken is belangrijk. Maar dat geldt ook voor het vermarkten van onze mooie binnenstad. Ten aanzien van het project Vitale Vakantieparken, waar we groot voorstander van zijn, sluiten we aan bij het Drentse project. Breedband. Inmiddels wordt het belang van breedband door vrijwel iedereen onderkend. We hebben in ons programma de ambitie vastgelegd om de toegang tot breedband binnen de gemeente voor iedereen mogelijk te maken. In de kaderbrief lezen we dat de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol wil vervullen. BBC wil echter een stap verder. We zijn van mening dat onderzocht moet worden hoe de Stichting Glasvezel Zuiderveld tegemoet gekomen kan worden in de degeneratiekosten. Om schade en latere kosten tot een minimum te reduceren, zou het goed zijn als de ambtelijke ondersteuning direct betrokken wordt bij aanleg en toezicht. BBC pleit ervoor om Stichting Glasvezel Zuiderveld op ruimhartige wijze tegemoet te komen in de genoemde kosten. Jeugd en ouderen. Om jongeren de kans te bieden binnen de gemeentegrenzen te kunnen blijven wonen, stellen wij voor om een starterslening in te stellen. Deze lening moet starters de kans bieden om op een verantwoorde manier net dat beetje extra te kunnen lenen, waardoor de aankoop van een woning in onze mooie gemeente toch mogelijk is. Ook voor onze ouderen is het uiteraard van grote waarde dat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat zouden we willen ondersteunen door een subsidie binnen het thema Lange Thuiswonen.
De gemeente kan hierbij een belangrijke rol spelen in onder andere informatie, advies en of faciliteren. Wij verzoeken het college de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Innovatie in het sociaal domein. Zoals al eerder door onze fractie is gemeld, hebben we veel waardering voor de manier waarop de transitie van het zorgdomein in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Wij zullen met belangstelling de uitvoering van de transformatie, zoals beschreven in het beleidsplan Samenkrachtig, in de komende jaren nauwlettend volgen. Wij willen ook nadrukkelijk aandacht vragen voor gesignaleerde problemen die zorgbehoevende inwoners hebben met lange leeftijd van hulpmiddelen. Binnen de WMO houdt de gemeente weliswaar veel geld over, maar wanneer inwoners gefrustreerd raken vanwege het gevoel dat ze eigenlijk aan het lijntje worden gehouden, dan spannen we het paard achter de wagen. In de commissievergadering van vorige week hebben we de wethouder reeds gevraagd over de doorlooptijden van de aanvragen en de leveringen. Wij willen deze cijfers heel graag op korte termijn ontvangen. De heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag mij een beetje af waar u dat leest, waar we op de WMO veel geld over houden. Als ik het sociaal domein bekijk, dan houden we wel geld over, maar volgens mij is dat vooral op het werkdeel en niet zozeer op het zorgdeel. Dus daar krijg ik graag een toelichting op. Naar mijn mening is er in het afgelopen jaar ook een deel van de WMO alweer teruggestort in de reserve. Dat geeft toch al aan dat de WMO ruimschoots gevuld was en volgens mij nog is. Dan zijn er nog de slepende problemen bij de Triant Zorggroep. Heeft u opgenomen, voorzitter? Op welke wijze volgt ons college de discussie ten aanzien van de werkdruk op deze organisatie en het waarborgen van de regionale ziekenhuisvoorzieningen? Het is voor onze inwoners belangrijk de effecten van de gesprekken te kennen, zeker voor het noordelijk deel van onze gemeente. Economische structuurversterking. Opleidingen veel beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. Het blijkt een weerbarstig probleem, maar de suggestie van het college biedt kansen en haakt in op een beproefd recept. Er moet nu echt iets gebeuren om het tijd te keren. In het VAP-lab, waar het college over schrijft, kunnen mooie dingen gerealiseerd worden als mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar komen. We kunnen nu nog niet overzien wat de ontwikkelingen ons gaan brengen. Maar wat het VAP-lab wel kan, is studenten en werkgevers wegwijs maken en met elkaar in contact brengen. Het blijkt dat bedrijven op innovatief gebied nog zoekende zijn naar wat er aan kennis en kunde beschikbaar is en wat studenten en scholen voor hen kunnen betekenen. Een regionaal bedrijventerrein aan de A37 vinden we een interessante optie om meer bedrijven naar de regio te trekken. De organisatieontwikkeling. In de kaderbrief schrijft het college dat de verbinding met de samenleving en verbindend besturen van groot belang is. Ik ben bijna klaar, voorzitter. We onderstrepen in dat verband nogmaals het grote belang van de gebiedscoördinatoren. Zij zorgen er mede voor dat binnen wordt waargemaakt wat buiten met de inwoners wordt afgesproken. Laten we hun kennis en kunde nog meer benutten. Tot slot, belangen buitengebied Koevoorde wil doorpakken. Met een gezond financieel huishoudboekje op zak ligt er een stevige basis om op verantwoorde wijze Koevoorde op de kaart te zetten als een van de beste, mooiste en aantrekkelijkste gemeenten om te wonen, te werken en te verblijven. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan heb ik nog twee moties die ik u graag aanhoud, bieden, voorzitter. Oké, okay. Voor de geruststelling, dankzij onze alerte bodus was keurig gepauzeerd in de spreektijdverloop toen u even werd geïnterrumpeerd. Want dat doet het meeste recht aan de afgesproken spreektijd die u tot uw beschikking heeft. Maar ik stel voor dat inderdaad de toelichting van moties gewoon nog even aanvullend kunnen doen. Ga er gaan. Goed, dank u wel. Ik zal mij beperken tot de dictumverzoek tot college. En dat betreft in eerste plaats een motie betreffende het stimuleringsfonds. En wij verzoeken het college daarbij een onderzoek te starten of er bij de belangenorganisaties in de dorp en wijken behoefte is aan ophoging van de wijk- en dorpenbezetten en of er in de dorpen en wijken per aanvraag meer maatwerk gewenst is. Als uit onderzoek blijkt dat deze behoefte er is, verzoeken wij het college de bedragen op te hogen van de dorps- en wijkbudgetten als mede toekenning van een hoger bedrag per inwoner. Bij de opmaak van de begroting 2019 het niet minder het bedrag van de stimuleringsfondsen 1 en 2 opnieuw aan het stimuleringsfonds dorpen en wijken toe te voegen. En gaat over tot de orde van de dag. Dat is 1. Deze motie is door u ondertekend, ligt hier. Die kan dus onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Dank u.
Dan de motie betreffende subsidiecoördinator. Overwegende dat, verzoekt het college een professionaliseringsslag te maken voor het verwerven, verwerken, sturen en beheersen van zowel Europese, landelijke als regionale subsidies op structurele basis. De functietaak van subsidiecoördinator en fondsenwerver in de organisatie permanent te beleggen en hiervoor ruimte te creëren en dit te dekken uit de algemene reserve ten aanzien van het jaar 2018 en voor 2019 de dekking mee te nemen in de begrotingsvoorstellen voor 2019 en de meerjarenraming. Dit eventueel regionaal te bundelen en deze functietaak met spoed invulling te geven. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Is voldoende ondertekend. Ja, dank u. Ja. Goed, daarmee kunnen ook deze motie onderdeel zijn van de besprekingen. Dank. U was de eerste fractie die vanavond het woord voerde. Dan is nu het woord aan de fractie VVD. De heer Bonkers heeft het woord. Graag de voorzitter. De kaderbrief van 2019 ligt voor ter bespreking. De eerste kaderbrief die door deze nieuwe raad zal worden vastgelegd. De maatregelen en de bezuinigingen die in de takendiscussie naar voren zijn gekomen en in de voorliggende twee raadsperioden zijn doorgevoerd, hebben een weerslag gekregen. Ik weet het, we leven nu in 2018 en moeten niet steeds terugkomen op de ingezette bezuinigingen. Maar u komt er zelf op terug in de kaderbrief vandaag. De bezuinigingen hebben een weerslag gekregen in een positief resultaat dat in 2017 is gehaald en de positieve uitkomsten van de stresstest. Zelfs de ratio van het weerstandsvermogen van een 7,8 schiet door alle grafieken heen. Maar we zijn er nog lang niet. We staan hoog in de ranglijst met lage letteren. We overlijden 4 tot 7 jaar eerder. De economie groeit in Coevorden bijna het langzaamst van Nederland. En afgelopen week hebben we eindelijk de status van duurste gemeente van Drenthe behaald. Uitdagingen genoeg dus. Het college wil verder gaan op de ingeslagen weg met het verbindend besturen, borgen en verder ontwikkelen. Zij zien zichzelf als verbinder en facilitator tussen organisaties en groepen van inwoners in de samenleving. Het cijfer voor de samenwerking met inwoners geeft echter een ander beeld aan. Dat is een 5,6, een hele magere voldoende, ofwel een studentensessie. De VVD juicht de eigen verantwoordelijkheid van mensen toe. Initiatieven van inwoners moeten gefaciliteerd en beloond worden. Die initiatieven zijn er voldoende. Van belang is wel dat het college haar verantwoordelijkheid neemt en niet alleen optreedt als verbinder. Denk aan groenonderhoud, wegen, sport en cultuur. In de kaderbrief missen we kunst, cultuur en muziek. We hebben een historische binnenstad, veel cultuur, Ellet en Brammet en veel meer. Wij vinden het belangrijk te investeren in kunst en cultuur. Dit draagt bij aan ieders ontwikkeling. De samenwerking van culturele organisaties willen wij faciliteren. Voorbeelden zijn hierbij Museum Tijnhof en Hofpoort. Mede door deze organisaties een extra prikkel of eigen middelen te geven, kunnen deze bijdragen aan kunst en cultuur in de gemeente Coevorden. Naast kunst en cultuur speelt ook de sport voor de VVD een belangrijke rol. De gemeente moet hier een zeer belangrijke rol blijven vervullen en niet alleen faciliteren. Maar verder investeren in accommodaties en mogelijkheden. De economische recessie is voorbij. Het herstel van de economie heeft absoluut aan de positieve financiële resultaten van het afgelopen jaar bijgedragen. Wat ziet de inwoner terug van deze positieve resultaten? Tot nu toe is er fors bezuinigd. Wordt het spaarvarken gespekt, zijn de lasten van de inwoners verder gestegen en is het woonklimaat gedaald. Er ligt een behoorlijke uitdaging te wachten voor het college. Wij willen leven in een gemeente waar je goed en betaalbaar kunt wonen. Het is van belang dat de leefbaarheid en het aanzicht van dorpen en wijken weer op niveau wordt gebracht. Dat straatmeubilair schoon is, het groen en verzorgd uitziet en dat verlichting op orde is. Juist door een goed leef- en werkklimaat te creëren, kunnen we de toekomst positief tegemoet zien. Het lijkt wel of de belangen van de inwoners worden overgeslagen. Uit alle documenten blijkt dat het sociaal domein een prominente plaats inneemt. Kijk naar het diagram van de programmabegroting en meer dan een derde van de totale begroting, circa 30 miljoen, beslaat het sociaal domein. Daar waar het om gaat, onze inwoners, is een mini stukje over in het geheel.
Wel moeten juist deze hardwerkende inwoners opdraaien voor de tekorten. U schrijft immers dat de OZB de enige belasting is die de algemene dekkingen kan dienen ter stijging van de kosten. De heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde de VVD vragen waar zij dan denkt dat dat geld van het sociaal domein heen gaat. Pompen we dat naar de rest van Nederland of hoe ziet u dat? Nou ja, we weten dat het sociaal domein jaren achtereen een overschot heeft van 3 tot 8% gehad. En dat terugvloeit in het algemeen reserve. Maar die 30 miljoen, dat gaat toch ook gewoon naar de inwoners van onze gemeente? Ja, dat weet ik. Maar ja, goed, wij zien het natuurlijk anders dan jullie dat zien. Maar goed, daarom zitten we ook bij de VVD. Waarom? Waarom wordt niet het spaarvarken aan, waarom niet het spaarvarken aanspreken als er overschrijdingen zijn? Waarom wordt dit afgewenteld op dat kleine deel ondernemers met eigen of gehuurd vastgoed of burgers met een eigen woning? Op deze manier worden woningbezitters onredelijk gestraft. Het solvabiliteitspercentage voldoet aan de gestelde eisen en de weerstandsratio overschrijdt alle normen. Bij tegenvallers of stijgingen van de kosten is er voldoende ruimte binnen de reserve van de gemeente om dit op te vangen. Dit hoeft niet afgewendeld te worden op de woningbezitters van de gemeente Coevorden. Als VVD Coevorden concluderen wij het volgende. De ingezette bezuinigingen vanaf 2010 hebben de verwachte resultaten opgeleverd. Overigens merk ik graag even op dat de VVD destijds het kaderwerk mede heeft opgezet. 2. Het college dient zich actief op te stellen om de leef- en werkklimaat van de gemeente te verbeteren. 3. Het sociaal domein beslaat een derde van de totale begroting, terwijl slechts een kleine groep inwoners van de kostenstijgingen dienen te financieren middels de verhoging van de OZB. Geen verhogingen van de woonlasten OZB, maar een bevriezing van de woonlasten voor de komende 3 jaar. Stop met het straffen van de woningbezitters. En kostenstijgingen, dan wel extra uitgaven kunnen in voldoende mate door de opgebouwde reserve worden gefinancierd. Zoals we eerder hebben aangegeven, is de gemeente geen spaarvarken, maar dient ze een maatschappelijk doel. Het college staat in de nieuwe bestuursperiode voor een boeiende uitdaging. Als VVD juichen we de burgerinitiatieven toe. Echter zal er kritisch moeten worden gekeken of de juiste ingeslagen weg van verbindend besturen wel de juiste is. Ook zal het college kritisch dienen te kijken of ze blijven willen fungeren als spaarvarken met alle gevolgen van dien. Of dat het college de behaalde resultaten zal gaan aanwenden voor gebieden die jarenlang niet de aandacht hebben gehad die ze verdienen. Het zal duidelijk zijn. Sorry, de heer Boy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat de VVD twijfelt of de manier van verbindend besturen de juiste is. Kunt u dat nader onderbouwen, waarom u denkt dat het niet de juiste is? Nou ja, dat heeft te maken dat de samenwerking met de gemeente dan niet echt het hoogste cijfer heeft behaald. Dus er zijn vanuit de burgers die dan dat invullen, geven aan dat ze dan niet heel tevreden zijn met de samenwerking met de gemeente. Vindt u dan niet dat we op de goede weg zijn? Want de afgelopen 4 jaar is het uitstekend gegaan. En natuurlijk, het is nog een kleuter die nog moet groeien. Ons verkiezingsprogramma had ook de leuze doorpakken. We duiden juist daarop op dat we daarop door moeten gaan. Dus ik vind het niet terecht als u zegt van dat dat niet goed is. Nou, we zeggen ook niet dat het helemaal fout is. We zeggen dat er misschien aanpassingen moeten worden gedaan om te kijken. Hè, dat er, het een verbetering kan geven. Dus het is niet zo dat we het helemaal afschieten. Het college staat in de nieuwe bestuursperiode voor een boeiende uitdaging. Als VVD juichen we de burgerinitiatieven toe. Echter zal er kritisch worden gekeken of de ingeslagen weg van verbindend bestuur de juiste is. Dat was ik al geweest. Ook zal het college kritisch dienen te kijken of ze... Nou, dat hebben we ook allemaal gehad, hè? Ja. Nou, dan geef ik de heer Stoker even een woord. Dan kan u ondertussen even kijken waar hij ook alweer was. Meneer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zit hier met verbijstering te luisteren naar een VVD die de samenleving alleen maar een platter en platter aan het maken is. En volgens mij hebben we een heel goed gesprek gehad als het gaat over verbindend besturen. Dat we daar het raadsakkoord ook voor willen gebruiken. Daar heeft de VVD zijn handtekening ook onder gezet. En de VVD die zet inwoners die gebruik maken, die noodzakelijk gebruik maken van de WMO weg als niet de inwoners waar de VVD voor staat. Nou, ik schrik daarvan, want de VVD in de vorige samenstelling had daar volgens mij echt een hele andere opvatting over. En
Waar ik naar op zoek ben is van welke concrete voorstellen heeft de VVD dan om haar VVD-beleid die ze voorstaat om die zeg maar in te brengen. Want het kan allemaal beter en het kan allemaal ook anders, maar ik hoor geen concrete voorstellen. Graag hoor ik van u een aantal concrete voorstellen. Daar komen we later op terug. Of dat het zal duidelijk zijn voor de VVD, dat de VVD voor de laatste keuze kiest. Een keuze waar zeker moed voor nodig is, maar met de juiste ingezette en mede geholpen door de economische tijd waarin we verkeren, mag deze keuze zeer beslist veranderd worden genoemd. De VVD levert graag een positieve bijdrage aan de komende periode en gaat de uitdaging graag aan. De VVD is van harte bereid om met elkaar de schouders eronder te zetten. Keurig binnen de tijd, maar de heer Zuur blijft nog even staan, meneer Bankers, want de heer Zuur heeft zich ook bij het spreekgestoelte voor de interruptie gemeld. De heer Zuur, gaat u gang. Ja, u had het erover dat u erop terug zou komen wat dan de concreetheid was en vervolgens zegt u van die keuze moet gevolgd worden. Dan heb ik even een keuze gemist. U had in de laatste woorden over ja, dat vereist moed om te kiezen, maar waarvoor moeten we dan kiezen volgens de VVD? Misschien een stukje terug in uw verhaal. Ja. Wat was die keuze precies? Misschien komt u er ook op terug. Zou ook kunnen. Maar... Ja, nee. Nou, wij vinden het van belang dat in ieder geval het stimuleringsfonds en het WMO-gedeelte... daar hebben wij nog wel een paar vragen zelf over, hoe dat ingericht moet worden. Maar ja, dat, wat u ook zegt, daar komen we ook nog terug in het raadsakkoord. En dan zullen we ons ook nog weer melden wat wij daarvan vinden. En bij de begrotingsbehandeling in het najaar. Dank u wel. Dan zijn we bij de fractie van het CDA voor haar bijdrage in eerste termijn over de kadernota. De heer Zuur. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de kaderbrief 2019. De derde kaderbrief in zijn bestaan en de eerste in een nieuwe bestuursperiode. Wat stellen we vandaag vast? Naar ons beeld ligt vandaag opnieuw het coalitieakkoord op tafel. Het is nog niet wat gaan we in 2019 concreet doen om het akkoord vorm en inhoud te geven. Dat zullen we pas in het nog uit te werken bestuursprogramma en in de begroting zien. Dat is begrijpelijk op dit moment, maar natuurlijk wel jammer. En dan hebben we nog het raadsakkoord. Hoe pakt dit inhoudelijk, maar zeker ook financieel uit? Eigenlijk een soort van kaderbrief voor ons als raad. Of van ons als raad. Wij zien dan ook uit naar de verdere uitwerking van het coalitieakkoord en de begroting, maar ook van het raadsakkoord. Misschien is de kaderbrief nu dan ook niet helemaal representatief. Maar het lijkt onze fractie wel een goed voornemen om in de komende bestuursperiode, wanneer wat meer ervaring is met een normale kaderbrief, deze werkwijze en uitwerking daarvan met raad en college te bespreken en te evalueren. Past deze werkwijze bij de wens en de behoefte van zowel het college, maar vooral ook van de raad zelf? Want was het niet ingegeven door de behoefte van de raad haar kaderstellende rol meer op te pakken? Nu is de raad door de beschouwing op de kaderbrief reactief bezig. Iets dat ook wij zelf als raad ons ter harte moeten nemen, vindt onze fractie. Wij zien uit naar een dergelijke discussie. De bestuurlijke hoofdlijnen. De CDA-fractie is blij met de mogelijkheid die de kiezer ons heeft gegeven om samen met de andere coalitiepartijen PvdA en BBC... 2014 de in de vorige bestuursperiode 2010-2014 ingezette lijn voor te zetten. Daarvan was overigens de financiële richting ook al in de periode daarvoor, 2006-2010, bepaald. Er is al 10 jaar bezuinigd, dus ook al in de voorlaatste periode met CDA, VVD en PvdA aan het roer. Dat we ver weg moesten komen mag dan ook duidelijk zijn. En gelukkig leidde dat door behoedzaam opereren uiteindelijk tot een positief beeld in de loop van de afgelopen bestuursperiode. Mede daarom was er in de afgelopen 4 jaar ruimte voor Dutch Tech Zone, stimuleringsfonds, vervolg aanpak centrumplan. Dus wij hebben daar de afgelopen 4 jaar ook al de vruchten van kunnen plukken. Op het plukken van die vruchten kom ik later nog terug. De methodiek van verbinden, in gesprek blijven met de samenleving, dingen daar juist neerleggen, aansluitend bij de realiteit zijn goede uitgangspunten. Dat is de gemeente die we willen zijn. Stappen zetten. Daarentegen moet dat verbindend besturen niet vertragend of verlammend gaan werken voor de taken die op het gemeentelijk bordje liggen.
We moeten kracht en energie blijven uitstralen, oftewel daadkracht en ambitie tonen in ons doen en laten. Dat betekent dus ook voor de gemeente keuzes maken, besluiten nemen. En daarmee kun je niet iedereen naar de zin maken. Ik doel bijvoorbeeld op het centrumplan, de duurzaamheidsdiscussie. En zo zijn er wel meer voorbeelden. We hebben er zojuist bij het vorige agendapunt ook één over gehad. Natuurlijk is draagvlak heel belangrijk en moet daar ook naar gestreefd worden. Maar het moet niet leiden tot het blijven uitstellen van keuzes. Daar doen we onze gemeente en onze inwoners geen goed mee. En daarbij moeten we ons blijven afvragen welk deel van onze inwoners dan worden vertegenwoordigd door de organisatie waarmee wij overleggen. En dat moeten ook niet alleen degenen zijn die het hardst schreeuwen. De raad vertegenwoordigt alle inwoners en niemand anders. Basis op orde. We staan er goed voor. Zowel financieel als niet financieel is ons eigen vermogen dankzij de inzet en offers van velen op orde. Zeg maar voldoende. Financieel is er ruimte gecreëerd voor investeringen, dit om ambities waar te maken. Meer werk, meer inwoners een zinvolle invulling van hun leven geven, Koevorden nog meer op de kaart zetten als aantrekkelijke woon- en werkgemeente, etc. En ten aanzien van het laatste is het dan ook minder prettig om te lezen in het Dagblad van het Noorden van 26 juni, dat provinciaal gezien Zuidoost-Drenthe met Koevorden aan kop de hoogste woonlasten kent. Natuurlijk kun je dan discussiëren over de rekenmethodiek, maar laten we dat niet doen. Dat deden we ook niet toen we er goed uitsprongen. Daarom wil onze fractie graag dat het college richting de begroting gaat onderzoeken, extra gaat kijken meer dan wat in het coalitieakkoord staat, of in hoeverre de lokale lasten kunnen worden verlaagd, gericht op de onderdelen OZB en afvalstoffenheffing. Ook dat is investeren in Koevorden en draagt bij aan een gemeente waar je wilt wonen en leven. Daar kom ik straks bij de moties op terug. Ambities, die zijn er volop. Een aantal wil ik kort noemen. Financieel gezond, daar heb ik al het een en ander over opgemerkt, maar daarbij hoort ook een begrijpelijke manier van presenteren van het resultaat. We hebben daar in technisch vragenuur over gehad. De methode van winst nemen. Wij willen dat graag ter discussie stellen, in ieder geval eerst voorafgaan door een goede uitleg en vervolgens aan de raadsleden tenminste en de methodiek heroverwegen. Dat schept een hoop duidelijkheid voor ons allemaal. En daarnaast lijkt het ons zinvol om de eerder gemaakte financiële afspraken, zoals risicobudget of een voorziening sociaal domein, ook opnieuw ter discussie te stellen. Is dat nu nog vereist gezien de huidige stand van zaken? En, het werd al even genoemd, de 7,8 voor wat betreft het weerstandsvermogen, een mooi cijfer, maar ook die methodiek kun je ter discussie stellen en moeten de bestemmingsreserves daarbij wel meetellen, want het risico is dat je appels en peren met elkaar gaat vergelijken. Herstructurering van wijken en dorpen. Onze fractie zou zeggen, in plaats van die woorden, bereid onze gemeente voor op de toekomst. Dat klinkt toch wat positiever. De kaderbrief en soms ook andere maatregelen creëren soms bijna een niet positieve sfeer rond enkele dorpen, maar ook van sommige wijken. Dit soms negatieve beeld en de polarisatie is niet productief. Laten we het weer over inwonersgroepen hebben en niet over geografische spreiding. We wonen allemaal in de gemeente Koevorden en zijn allemaal samen de gemeente Koevorden. We doen het samen, we helpen elkaar en stuwen ons soms met nodige impulsen hier en daar samen hoger op. De organisaties, wij, maar vooral het college heeft wat ons betreft de opdracht om voorlopers te wijzen op hun verantwoordelijkheid en achterblijvers te stimuleren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de compensatiegelden voor de windmolens. Trimodale vervoersmogelijkheden. Wij zouden graag richting de begroting willen zien hoe daar nog meer op wordt ingezet om de investeringen echt te laten renderen. Economische structuurversterking. Wij zien dat graag geconcretiseerd en wat ons betreft kan dat niet snel genoeg ten aanzien van het aantal banen wat dat met zich meebrengt. Niet op basis van afgeleide cijfers, maar heel concreet voor Koevorden en omgeving. De transitie en nu de transformatie. Dat is een uitdaging voor de gemeente en de partners. Recent bleek nog bij een informatiebijeenkomst van Covalente, het ging over jeugdzorg en onderwijs, dat daar nog wel samenwerking kan worden, nog meer samenwerking kan worden bewerkstelligd.
En prioriteit heeft wat onze fractie betreft dan ook de ontwikkeling van het jeugdbeleid met als streven ieder kind veilig, gezond en gelukkig. Prioritering. Het college heeft in het coalitieakkoord vertaald naar deze kaderbrief en straks in het bestuursprogramma de nodige ambities. Ook de raad heeft die in het raadsakkoord verwoord. Graag worden wij meegenomen in de prioritering die het college daarbij in acht neemt. Welke keuzes worden gemaakt en vooral ook welke keuzes worden niet gemaakt. De moties. Onze fractie staat achter deze kaderbrief zoals door ons ook het college of het coalitieakkoord is omarmd. Wij zien uit naar het bestuursprogramma. Laat dat snel komen. Wij zijn benieuwd hoe het daar nu mee staat. Dan de concrete moties. Wij hebben een voorbereid voor wat betreft de inwonerslasten. We zijn niet blij met de koppositie zoals aangegeven ook in de commissie ten aanzien van de inwonerslasten. Dus wij hebben daarvoor een motie opgesteld, 2018-12, en het dictum daarvan luidt: verzoekt het college richting de begroting 2019 een onderzoek te doen naar hoe deze inwonerslasten in de komende jaren bij voorkeur structureel kunnen worden beperkt. En de raad bij de begroting 2019 op de hoogte te stellen van de uitkomsten hiervan en de mogelijke voornemens in dit kader. Wij hebben ook wel ideeën over hoe dat waar nodig gefinancierd moet worden, maar dat laat ik even voor de tweede termijn en ongetwijfeld denken daar andere partijen misschien ook wel anders over, maar het gaat om het feit dat hier aandacht voor gewenst is, vinden wij. Daarnaast afvalstoffenheffing, daar heb ik geen motie van liggen, maar die ligt wel bij mij op de tafel. Dat heeft te maken met het feit dat daar ook eind vorig jaar een motie over is ingediend, maar wij willen graag concreter, dat concreter wordt gekeken naar hoe we het afval wat wordt aangeboden aan de milieustaten kan worden verminderd. Wij zitten op 3 keer zoveel als ons omliggende gemeenten. We zouden graag concreet daar actie op willen. Je kunt hem afleiden uit de vorige motie, maar wij willen graag weten hoe ver het daar nu mee staat voordat wij eventueel daarvoor een motie gaan indienen. De heer Slom. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik heb 2 vragen over de motie inwonerslasten. Ik vraag mij af waarom u hem nu indient. Ik vraag mij af hoe u zeg maar de voornemens uit het coalitieakkoord die nog niet op geld zijn gezet doorvertaald moeten worden in het bestuursprogramma, hoe u die afweegt tegen het verzoek om te gaan werken aan lastenverlichting. Een tweede vraag die ik heb, waar u vindt dat deze motie verder gaat dan de tekst in het coalitieakkoord, want volgens mij staat dat letterlijk dat we lasten gaan verlagen waar mogelijk. Ja, dank u wel. Even kijken, die eerste, die tweede, die heb ik nu nog even in beeld. Dat het, waarom of het verder gaat dan het coalitieakkoord. Als u het coalitieakkoord leest, ziet u zo mogelijk beperking van de inwonerslast en vervolgens worden OZB, gaat maximaal met 1,6% omhoog. Nou, volgens ons gaat deze motie verder en is het vooral het extra vragen om aandacht voor het feit dat we in de lijstjes soms opeen staan, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet zouden willen. Daarbij zou je in de krant stond, bedoelt u? Daar, wat in de krant stond, ik heb het genoemd net in mijn bijdrage. Ja, klopt. Daarbij zou je natuurlijk kunnen denken van dat moet betaald worden uit overschotten, maar je zou ook een doelstelling erop kunnen zetten dat je op andere dingen minder geld zet, waardoor je hierdoor ruimte creëert voor die onderlast. En uw eerste was? Mijn punt is, u komt nu met een motie, terwijl het bestuursprogramma moet nog ontwikkeld worden. Hè? We hebben de coalitie ambitieuze voornemens, moet allemaal nog op geld gezet worden. En u zegt nu al, ik wil verder gaan in die lastenverlichting, zonder dat u enig zicht hebt op wat allerlei voornemens in de coalitie besproken kosten. Dus u weet helemaal niet wat u hiervoor moet laten. Dus ik zou zeggen van, laten we nou even afwachten totdat het bestuursprogramma er ligt, zodat we ook kunnen wegen wat is die lastenverlichting ons waard. Hè? Wat voor andere dingen moeten we daarvoor laten? Wij zouden, zoals ook eerder gezegd, ten aanzien van de prioritering, wij zouden graag door het college meegenomen worden
willen worden in die keuzes. Niet dat we één richting voorgeschoteld krijgen, maar dat we vooral ook meegenomen worden in die keuzes. En wij vinden dit op dit moment zo'n relevant punt dat wij het nu extra naar voren willen brengen. En we zijn trouwens niet de enige, want inmiddels is het ondertekend door de BBC, PPC en PAK. Ja, maar het lukt wel eens vaker BBC ergens ervan overtuigen. U bent straks nog aan de beurt, geloof ik. Ja. Ja. Nee, maar als we nu naar een vorm toe zouden kunnen waarin we zeg maar nog wel die weging kunnen maken, bijvoorbeeld bij de begroting, tussen zeg maar lastenverlaging en inhoudelijke ontwikkelingen, dan zou u ons wel mee kunnen krijgen in deze motie. Nou, volgens mij, als u goed leest, staat er ook niet meer en niet minder dan een onderzoek te doen naar hoe deze inwonerslasten in de komende jaren bij voorkeur structureel kunnen worden beperkt. Dat geeft een keuzemogelijkheid aan, naast al die andere zaken die uitgewerkt kunnen worden. Maar we willen wel dat hier wel een pijl op gericht wordt. We hebben de afgelopen jaren vooral, zeker de eerste jaren van de vorige bestuursperiode, vooral geprobeerd te beperken tot de verhoging in het kader van de prijscompensatie. Maar misschien is er nu wel meer mogelijk. Maar wij doen niet alvast de voorschot. Dat vinden wij ook te prematuur om dat nu te doen. Ik geef nu even het woord aan de heer Boy, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik wou toch even toelichten waarom wij deze motie ondertekend hebben, mede ondertekend hebben. En dat is eigenlijk omdat deze motie beoogt niets meer en niets minder dan alleen maar een onderzoek. Dus wat daaruit voortkomt, daar zijn we wel benieuwd naar. Ik had ook in mijn betoog heb ik het ook gevraagd aan het college, van college onderzoek het nou eens. Nou, deze motie komt er op onze weg, want die vraagt om het onderzoek en niets meer en niets minder. En wat eruit komt, dat zien we later wel. Dank u wel. Ik had een déjà vu. Het was al gezegd volgens mij, maar prima dat het bevestigd wordt. Dan nog een motie, die hebben we ingediend over asbest. Dat heeft onze zorg en niet alleen onze zorg. Ten aanzien van het dictum van inwonerslasten, die had ik al voorgelezen, dacht ik, zojuist. Ja, dan doe ik nu asbest. Want daar is sprake van een landelijke doelstelling die maar met heel veel pijn en moeite zou kunnen worden gehaald, als ik de berichten mag geloven. Dus vandaar dat wij het college verzoeken te onderzoeken of de gemeente een bijdrage kan leveren aan het behalen van deze doelstelling in 2024. En hierbij te denken aan onder andere financiële prikkels, het in kaart brengen van de risico's binnen de gemeente, het voorlichten van ondernemers en particulieren, inclusief het wijzen op subsidiemogelijkheden. Invloed aanwenden om andere overheden te bewegen hiertoe maatregelen te nemen die in dezelfde lijn liggen. En daarbij in het bijzonder de inzameling van particulier asbest te stimuleren. Het begint bij de kleine beetjes, zeg ik er maar even bij. En de Raad bij de begroting 2019 op de hoogte te stellen van de uitkomsten hiervan en mogelijke voornemens in dit kader. Ten slotte. Wij willen de inwoners, gemeentelijke organisatie en college opnieuw danken voor hun inspanningen om van Koevorden een steeds betere en mooiere gemeente te maken. Daar moeten we ook de komende tijd samen onze schouders onder zetten. En ik pak er nog maar een soort aanbeveling uit het rapport Vollebrecht bij. Straal trots uit. Trots op onze gemeente, op onze regio en wat we bereikt hebben en nog zullen bereiken. De gemeente doet dat voor een aantal taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. En zij ondersteunt indien nodig de inwoners voor dat wat de samenleving zelf kan doen. En ik herhaal dan ook de titel van ons verkiezingsprogramma. Geef ruimte aan de samenleving en voeg daaraan nog toe. Samen kun je dan ieder voor zijn eigen deel en gezamenlijk kracht, energie en trots uitstralen. Op weg naar een nog betere en mooie Koevorden. Dank u wel. Dank u wel. Dat besluit de eerste termijn van de zijde van het CDA. Dan is nu het woord aan de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid, de heer Slompen. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, leden van de Raad en andere luisteraars. Ik lees hier voor. Schoonoord 48%, Giesbrug 40%, Dalepeel 48%, Poppenharen 39%, Tuindorp 19%. Voorzitter, dat zijn opkomstpercentages van de verkiezingen van afgelopen maart. Onze fractie kan niet anders dan constateren dat de vraag of mensen meedoen en zich deelgenoot voelen van de Koevorden samenleving zich meer en meer scheidt langs de lijnen van sociaal-economische ontwikkeling. Wij zien steeds meer onderscheid tussen dorpen en wijken op basis van gemiddeld inkomen en gemiddeld opleidingsniveau. En we maken dan ons ook grote zorgen over deze groep mensen.
Meer mensen die echt meedoen en zich onderdeel voelen van dorp en wijk en daarmee van onze gemeente en samenleving. Dat zou wat ons betreft de opdracht moeten zijn voor deze bestuursperiode. Bij de volgende verkiezingen zouden die opkomstpercentages minstens 5% hoger moeten liggen. Van mensen die ervaren, de gemeente doet het toe, ook voor mij. Dat is waar onze fractie voor wil gaan de komende periode. En hebben wij daar een pasklaar antwoord op? Nou, nee. Maar volgens ons moet het beginnen met luisteren. Laten we, waar het niet goed gaat, wat minder vertrouwen op eigen initiatief en zelforganiserend vermogen. Wat ons betreft is verbindend besturen vooral oprecht luisteren. En op zoek naar de vraag wat men nodig heeft, welke zorgen er zijn en hoe die het best beantwoord kunnen worden. Ook in relatie tot het stimuleringsfonds. Wat ons betreft ligt hier een belangrijke opdracht. Niet alleen voor de raad, of niet alleen voor het college, maar ook voor de raad. Voorzitter, het zijn vaak juist deze dorpen en wijken waar de combinatie van een lage sociaal-economische status, gezondheidsproblemen, schuldenproblematiek en afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar optelt. Waar de levensverwachting 6 jaar lager ligt dan in andere dorpen of wijken. Juist daar past de integrale benadering van het beleidsplan Sociaal Domein. Van één gezin, één plan, één regisseur. Juist daar moeten we op zoek naar innovatieve vormen van preventie en gezondheidsbevordering. Juist daar moeten we de organisaties en professionals met elkaar verbinden en faciliteren. Juist daar moeten we nog meer afstemming zoeken over de gemeentelijke beleidsterreinen, taken en verantwoordelijkheden. Juist daar moeten we prioriteit geven aan voortreffelijke openbare voorzieningen als scholen, dorpshuizen en sportvoorzieningen. Voorzitter, met de verbreding van de Doemeepas is er weer een belangrijke stap gezet in de verbetering van de ondersteuning van minima. Andere regelingen die nog uitgewerkt moeten worden, zoals een studiekostenregeling, een tegemoetkoming bij hoge ziektekosten en de collectieve ziektekostenverzekering, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet. In dat kader horen wij graag of het dit jaar lukt om het beschikbare budget voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk in te zetten. Voorzitter, ik stap over naar een ander onderwerp. Onze fractie heeft bij de commissiebehandeling al een voorzet gegeven hoe we de structurele begrotingsruimte zien. Wat oneerbiedig noemden we dat lucht in de begroting. Maar serieus, de bereikte overschotten op de jaarresultaten van de afgelopen jaren geven toch wel wat te denken. Gezien het verleden is het best voorstelbaar dat er behoedzaam wordt begroot. Zonder in discussie te willen over incidentele of structurele meevallers, als je 5 miljoen overhoudt, dan kan dat best wat scherper. Een nieuwe oriëntatie op het risicobudget, de hoogte van de algemene reserve en de reserve sociaal domein is in het licht van de huidige ontwikkelingen dan ook op zijn plaats. Wij verwachten dat het college hier in het bestuursprogramma op terugkomt. De Partij van de Arbeid-fractie pleit voor gelijkblijvende gemeentelijke lasten voor onze inwoners de komende periode. Het klopt dat de gemiddelde lasten in de gemeente Koevorden hoog zijn, maar we moeten ook niet overdrijven. Van het verschil tussen de duurste en de goedkoopste gemeente in de Drenthe kun je bij de warme bakker net een brood in de week halen. Daarbij zijn de lasten voor huurders de afgelopen 4 jaar gedaald. En de lasten voor ondernemers in onze gemeente zijn relatief heel laag. Voor ons dan ook geen aanleiding voor drastische maatregelen. De inwoner van Koevorden kan voor het handhaven van het huidige lastenniveau veel terugkrijgen de komende jaren. Deze coalitie gaat een bestuursprogramma neerleggen met stevige ambities. En daarnaast hebben we een raadsakkoord op belangrijke onderwerpen. Laten we nu niet, voordat we begonnen zijn, al investeringsruimte weggeven over beloftes aan lastenverlaging. Onze fractie ziet de ruimte om te investeren. Iets wat in Koevorden al langjarig nauwelijks heeft gekund. De afgelopen 8 jaar is er veel bezuinigd. En daarvoor is er veel geld en aandacht gegaan naar de realisatie van het wensbeeld in de stad Koevorden. Nu we er financieel goed voor staan, zien we de ruimte om aandacht te geven aan de zaken die dat de afgelopen perioden weinig hebben gehad. Daarmee doelen we onder andere op de sportaccommodaties.
waarbij voor de buitensport gekeken kan worden naar verdere verduurzaming, naar de behoefte om kunstgrasvelden te realiseren. En voor de binnensport naar het op niveau brengen van de accommodaties qua comfort en duurzaamheid. Ook naar andere beheersvormen voor accommodaties, zoals nu in Dalen op het grootveld wordt bekeken, moet ruim baan worden gemaakt. Vanuit het spreidingsplan basisonderwijs moet gekeken worden naar de lange termijn behoeften van de onderwijsorganisaties. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de behoefte aan nieuwbouw van een school of scholen samen met andere wensen in het dorp leiden tot nieuwe multifunctionele accommodaties. En daarmee kunnen ook dorpshuizen hun aandacht krijgen. Natuurlijk zijn dat lange termijn plannen die niet binnen 4 jaar gerealiseerd kunnen worden. Maar onze fractie ziet concrete mogelijkheden, bijvoorbeeld in Schoonoord, Sleen en mogelijk ook in Geesbrug. Wensen en mogelijkheden van dorpen en betrokken organisaties moeten daarbij natuurlijk ook voorop staan. Voorzitter, wij willen ook nog aandacht vragen voor het onderwerp openbaar vervoer. In onze uitgestrekte plattelandsgemeente is dat voor grote groepen erg belangrijk. Het onlangs gestarte publiek vervoer Groningen en Drenthe biedt kansen. Wij rekenen erop dat het college de effecten in de gaten houdt en terugkoppelt naar de raad. In de recente themaavond over economie kwam de verbinding Koevorden-Hogeveen voorbij. Deze openbaar vervoerverbinding is relatief zwak. Het lijkt ons een goede zaak als hier meer aandacht voor komt. De verkiezingscampagne is indachtig gaan wij ervan uit dat in het bestuursprogramma iets terug te vinden is over de bus door de dorpen, net ook al genoemd. Voorzitter, de PvdA-fractie rondt af met een tweetal moties die wij u naar aanleiding van het jaarverslag voor het komend jaar willen meegeven. Voor het overige hebben we een aantal accenten gezet die we belangrijk vinden en wachten wij af hoe deze in het bestuursprogramma landen. Een motie aangaande de begraafplaatsen. Wij vragen u in feite nieuw beleid te ontwikkelen, omdat de op de kosten die mensen moeten maken om zich te laten begraven, dan wel het grafrecht te verlengen. Doordat het aantal mensen wat zich laat begraven of het grafrecht verlengd afneemt, moet de prijs om richting kostendekkendheid te komen steeds verder omhoog. Hierdoor lijkt een zichzelf versterkende ontwikkeling te ontstaan. Onze oproep is, laat het principe van kostendekkendheid los en komt tot een tarief wat in redelijkheid past bij het inkomensniveau van onze inwoners. En indexeer dat gewoon jaarlijks. Voorzitter, ik lees het dictum voor. Als ik de motie nog kan vinden. Verzoekt het college te komen tot nieuw beleid met betrekking tot tarieven voor grafrechten, waarbij kostendekkendheid niet langer het uitgangspunt is, maar een redelijk tarief gesteld wordt waarbij jaarlijks geïndexeerd wordt. En punt 2, de tekorten op de begroting ten aanzien van het onderhoud op de begraafplaatsen van structurele dekking te voorzien, mede ondertekend door PAK en politieke partij Koevorden. Een tweede motie betreft het geld voor de compensatiemogelijkheden ervaren overlast windenergie. We vinden het jammer dat het niet in eerste instantie is gelukt dit geld in overleg met de wijken een goede, zinvolle bestemming te geven, waardoor het terugvloeit naar de algemene reserve. Met deze motie roepen wij u op om toch nog een tweede poging te doen. Dit omdat ons wel concrete vragen en wensen bereiken. Daarbij moet aangetekend dat de motie niet alleen een beroep doet op de inspanningen van het college, maar natuurlijk ook een oproep betekent aan de wijken Hegen en Vasmaten om het college nu wel op dit punt van goede input te voorzien. En daarvan luidt het dictum. Verzoekt het college nogmaals met de aangrenzende wijken in gesprek te gaan over ideeën ten aanzien van compenserende maatregelen. 2. Hierbij zo nodig gebruik te maken van andere en of bredere vertegenwoordiging uit de wijken dan de gebruikelijke gesprekspartners. En 3. Voor de realisatie van de ideeën die dit oplevert een bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene reserve ter maximale hoogte van €61.000. Dat was ook het bedrag wat afgestort is. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Slomp. Dan zijn we toe aan de fractie PAK. Mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Leden van de raad, mensen op de tribune en thuis. Als wij de kaderbrief lezen, dan trekken wij als PAK de conclusie dat wij ons in een soort vacuüm bevinden. Het vacuüm voor het nieuwe bestuursprogramma. De kaderbrief 2019 borduurt wat ons betreft voort op beleid dat reeds in de vorige periode is gestart.
straalt wat ons betreft ook niet echt concrete ambitie uit. Maar we gaan ervan uit dat die concretisering van die ambitie dan uiteindelijk terugkomt in het nieuwe bestuursprogramma. Wel vallen ons een aantal zaken op en ook dingen waar wij nog wel wat vraagtekens bij hebben. U geeft bijvoorbeeld aan, en dan quote ik, in de uitvoering van onze doelen blijven wij zo de komende 4 jaar nauw aangesloten bij de realiteit van de samenleving. Wij vragen ons af wat u daarmee bedoelt. Kunt u dat uitleggen en leidt dit bij het college bijvoorbeeld tot een bepaalde maatschappijvisie? En zo ja, welke dan? En u geeft ook aan dat u vanuit het gesprek met de samenleving scherpe keuzes wilt blijven maken als eerste overheid en dan bepaalt welke rol u daarbij aanneemt. Maar welke rolopvatting ziet u dan voor zichzelf en hoe verhoudt zich dat met uw wettelijke taak? Kijken we naar Koevoorde Verbindt, dan is het niet alleen het college dat daarin forse stappen heeft gezet. Ook de raad heeft hierin als geheel een hele belangrijke bijdrage geleverd. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft daar een actieve en belangrijke rol gespeeld. En wij zijn dan ook als pak blij dat die werkgroep deze raadsperiode wordt gecontinueerd. U verlegt het accent op de rol van verbinder en facilitator tussen gemeentelijke organisatie en samenleving naar verbinder tussen groepen inwoners en overige organisaties. De vraag die wij daarbij hebben is dat eigenlijk uw rol wel? En wie neemt daarbij dan het initiatief? Net als de opmerking dat u enerzijds aangeeft uw doelen op hoofdlijnen richting te geven, om vervolgens aan te geven dat u uw doelen afstemt op de samenleving. Hoe moeten we dat dan zien en wie bepaalt dan uiteindelijk het doel? We gaven het al aan. Wij vinden uw kaderbrief niet echt ambitieus en we hopen dan ook dat het in het komende bestuursprogramma een stuk ambitieuzer is. Doordat er op dit moment nog geen bestuursprogramma ligt, is het voor de fractie wat lastig om daar een helder beeld bij te krijgen. Er wordt nu vooral voortgeborduurd op beleid dat al gestart is en u geeft hier en daar een beperkte doorkijk naar dat bestuursprogramma dat eraan zit te komen, maar daar blijft het bij. Toch willen we wel stilstaan bij een aantal zaken. Dat u de gemeente financieel gezond wil houden, dat kunnen we alleen maar ondersteunen. Om ook in de toekomst nieuw beleid tot uitvoering te kunnen brengen, is dat gewoon noodzakelijk. Uw voornemen een herstructureringsfonds op te stellen is op zich prima. Zeker om binnen dorpen en wijken wegen, groen en openbare ruimte aan te pakken om verpaupering tegen te gaan. Waar wij wel moeite mee hebben en eigenlijk gewoon tegen zijn, is gemeenschapsgeld inzetten om verpauperd privaat vastgoed op te knappen. Dat is geen zaak van de overheid in onze optiek. De taak die wij als overheid daarin hebben, is private eigenaren aanspreken als verwaarlozing of verpaupering van hun eigendom een feit is. Wij voelen meer voor handhaving. En een vraag die wij daarbij dan ook hebben, is welke juridische mogelijkheden hebben wij als gemeente om te handhaven? Kan een gemeente bijvoorbeeld tot onteigening overgaan als eigenaren in gebreken blijven? En waarom ziet het college voor zichzelf geen andere rol dan een ondersteunende en faciliterende rol als het gaat om breedband? Juist nu er vanuit de centrale overheid zeer recentelijk is aangegeven dat heel Nederland in 2023 toegang moet hebben tot snel, vast breedbandinternet. 97% van Nederland heeft dit reeds. Helaas behoren wij voor het grootste deel van de gemeente tot die 3% die dat nog niet hebben. En om dat te kunnen realiseren is een actief overheidsoptreden nodig. Met name in de buitengebieden. Dat vraagt dus meer van een gemeente dan alleen maar een ondersteunende en faciliterende rol. En het PAC ziet graag dat het college hier dus die meer actieve rol oppakt. Juist nu er ook vanuit het Rijk is aangegeven dat er voor gemeentes met veel buitengebied middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. En wij zouden dan ook graag zien dat het college bij de begroting met voorstellen daartoe komt. U zegt sterk te gaan inzetten op innovatie binnen het sociaal domein. Maar dat was toch al de insteek van Samenkrachtig? Kunt u voorbeelden geven op welke gebieden en op welke manier u dat dan gaat doen? En wat betreft de jeugd geeft u aan dat u met hen in gesprek gaat. Goede zaak. Maar als u aangeeft op verschillende beleidsterreinen, zoals het vestigingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs, rekening te willen houden met zoveel mogelijk creëren van gewenste voorwaarden voor deze groep, dan vragen wij ons af, wat wilt u daar dan mee? Wat bedoelt u daar dan mee? Hoe wilt u dat gaan doen? En sluit je daarmee geen andere bevolkingsgroepen uit? Want in feite gelden die voorwaarden dan ook voor elke andere inwoner of toekomstige inwoner van onze gemeente. Of gaan we daar dan ook gesprekken mee voeren om gewenste voorwaarden te scheppen? Kijken we naar dienstverlening, dan blijven we op dit punt gewoon vragen om speciale aandacht voor al die inwonersgroepen die digitaal minder sterk zijn en na te gaan hoe deze groepen te ondersteunen als we de dienstverlening steeds meer gaan digitaliseren. Kijken we dan naar het financieel meerjarenperspectief, dan geeft u aan dat er bij de invoering van het abonnementstarief voor de WMO 50% wordt gecompenseerd door het Rijk en dat wij als gemeente zelf mogelijk de andere 50% bij moeten betalen.
Maar daarnaast zegt u ook dat er sprake kan zijn van een aanzuigende werking. En dat vraag, ja, wat bedoelt u daar precies mee? Misschien kan de wethouder dat uitleggen. De budgetten sociaal domein, daarvan zegt u dat u de koppeling tussen de rijksbreidagen en de budgetten wilt laten vervallen. En de budgetten voor het sociaal domein in integrale afweging wilt betrekken bij alle dekkingsmiddelen. Dat betekent eveneens dat jaarlijks bij de kaderbrief het sociaal domein wordt betrokken bij de loon- en prijsindexaties. Mijn fractie vindt het van belang om zicht te houden op de middelen die binnenkomen en de uitgaven voor het sociaal domein. Dus hoe gaat u dit straks inzichtelijk houden? Waar we naar uitkijken zijn de voorstellen van het college waarbij de beschikbaar gestelde middelen voor schulden en armoede vanuit de centrale overheid worden ingezet. En algemeen kunnen we gewoon, het is ook al door andere partijen aangegeven, financieel zitten we als gemeente weer ruimer in ons jas. En wat ons betreft wordt het dan ook tijd om inwoners dit te laten terugzien. Als je bedenkt dat wij qua woonlasten al jaren de onbetwiste koploper zijn in Drenthe, dan denk ik niet dat je daar als gemeente trots op moet zijn. Zeker niet als je ambieert om hier bedrijven en mensen naartoe te halen om zich binnen deze gemeente te vestigen. En als de wethouder dan in de pers aangeeft dat het op dit moment waardevoller is dat wij als gemeente de financiële positie op orde hebben, zodat we vol vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken, en dat dat belangrijker is dan nu een tientje terug te geven aan de inwoners, dan kunnen we dat deels volgen. Maar die inwoners hebben wel de afgelopen jaren vooral ervaren dat er overal op bezuinigd werd en dat de gemeentelijke lasten zijn gestegen. Zij hebben daarmee vooral bijgedragen aan die goede financiële positie van de gemeente zoals die er nu ligt. En in dat licht gezien is een tientje teruggeven misschien een symbolisch bedrag, maar het is wel van groot belang om nu te laten zien dat je ook iets terug laat vloeien naar die inwoners. En wat dat betreft ondersteunen wij dan ook de motie van het CDA, waarin wordt opgeroepen om juist te onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn. Ja, we vragen dan ook om binnen de begroting 2019, en dat sluit aan bij de motie, te kijken naar mogelijkheden om tot lastenverlichting te komen voor alle inwoners van onze gemeente. Onze fractie zal in ieder geval ook de mogelijkheden onderzoeken en eventueel met voorstellen komen bij de begroting 2019. Nogmaals, wij hadden de kaderbrief graag wat explicieter en meer richtinggevend gezien. Maar dat hopen we terug te zien in het komend bestuursprogramma. En daar kijken we dan ook naar uit om daar het gesprek over aan te gaan. Dan wil ik nog een paar vragen stellen over de moties die nu voorliggen. Want volgens mij hebben we alle partijen gehad die moties hebben ingediend. Dat betreft motie 11, de compensatiemogelijkheden overlast windenergie. Op zich een goede motie en die kunnen we ook wel bij aansluiten. Maar wij zouden graag zien dat van die 61.000 euro dan gewoon een bestemmingsreserve wordt gemaakt. Zodat die echt wordt gepinpoint voor zeg maar dat compensatiemogelijkheden van die windenergie. De motie van het CDA met betrekking tot asbest. Op zich vinden we het prima om te gaan kijken naar hoe de gemeente kan stimuleren om uiteindelijk die doelstelling te halen. Maar waar wij wat moeite mee hebben zijn die financiële prikkels, omdat er al heel veel subsidiemogelijkheden liggen. Het Rijk heeft subsidiemogelijkheden, de provincie heeft subsidiemogelijkheden. Dus moeten wij daar dan als gemeente nog een extra subsidiepotje voor gaan opentrekken? Dat is waar het bij ons een beetje wringt. Dus daar horen we graag van de wethouder of van het CDA van hoe zij dat uiteindelijk zien. Motie 16, de subsidiecoördinator. Daar hebben we gewoon wat moeite mee om daarvoor een functie in het leven te roepen. Vanwege gewoon de kosten die dat met zich mee gaat brengen. Maar we willen ook heel graag van de wethouder weten van hoe is dat op dit moment binnen de gemeente geregeld. En is dat een goede manier? Loopt dat? En wat betreft het stimuleringsfonds, de pilots lopen wat betreft de dorpsbudgetten. En wat ons betreft lijkt het me goed om dat eerst eens te evalueren zonder daar nu eerst te gaan vragen aan de belangenverenigingen van, joh, moeten jullie niet nog meer geld krijgen? Laten we eerst gewoon eens kijken wat is daar uitgekomen, zijn de budgetten voldoende en vervolgens dan pas te gaan bepalen of we dat wel of niet wat moeten ophogen. Als ik me goed herinner, is er toentertijd een toezegging gedaan door de portefeuillehouder dat alles wat zeg maar overblijft binnen het budget ook kan worden ingezet voor zeg maar een stukje extra maatwerk eventueel of de ondersteuning wat betreft expertise. Maar daar kan de wethouder of de burgemeester straks zelf nog een antwoord op geven. En wat bij ons wel een vraag op werpt, als er zo weinig gebruik wordt gemaakt van stimuleringsfonds 2... is het dan wel voldoende bekend bij iedereen wat dat inhoudt, wat de voorwaarden zijn en waar men aan moet voldoen?
dat is wat ons dan betreft de vragen wat betreft de moties. En daar laat ik op dit moment bij. Dank u wel. Dan zijn we daarmee aangekomen bij, ja, dat is een nieuw fenomeen. Want sinds de toetreding van de heer Bouwers tot deze raad heeft hij inmiddels in zijn eentje besloten de politieke partij Koevoorde op te richten. Maar dat maakt wel dat de fractie van D66 eigenlijk nu degene is die het woord allereerst heeft. En dan de heer Bouwers nu voortaan als de hekkensluiter van de sprekers. Het doet mij, het spijt mij zeer, meneer Bouwers, maar... Zo moeten we dat volgens mij rekenkundig beschouwen. En dan kijken even of de heer Hoedemaker er al thans aan toe is. Als hij van deze schok is bekomen. Om zijn bijdrage in de eerste termijn te leveren. Ik heb zojuist aan de heer Bouwens gezegd dat ik de senioriteit absoluut niet wil passeren. Maar hij heeft me gezegd wat hij prima vindt zo. Voorzitter. In de eerste drie pagina's van de kaderbrief komt het woord ambitie maar liefst 16 keer voor. Dan zou je vermoeden dat het gaat om een ambitieus document. Maar als je even verder leest, dan zie je dat het woord ambitie beter uitgelegd kan worden als we weten het nog niet. Dat lijkt althans de uitleg die de coalitiepartijen in de raad eraan gegeven hebben. Want alle moties die hier vanavond in het kader van de kaderbrief behandeld worden... komen uit de koker van BBC, CDA en PvdA. Slechts één van de ambities die het college in de kaderbrief noemt, is van een concreet kader voorzien. Duurzaamheid en klimaat. Koevoorde, zo stelt de kaderbrief, is klimaatneutraal in 2040. Dat is een wat ongemakkelijk compromis tussen de PvdA, die klimaatneutraal wil zijn in 2030... de BBC dat de rekening het liefst doorschuift aan onze kleinkinderen en 2050 vroeg genoeg vindt. En het CDA dat daar precies middenin zit. Maar toevallig is dit nou net het punt waarop het college geen ambitie hoeft te formuleren. Juist hier wordt van het college terughoudendheid verwacht. Immers, duurzaamheid en klimaat zijn benoemd als onderwerpen van het raadsakkoord. Waarvoor de gemeenteraad die dialoog aangaat met de samenleving. Want wat doet het college als de samenleving, inwoners en bedrijven een stuk ambitieuzer blijken dan het college zelf? Voorzitter. Wacht even, voordat u naar een ander blokje toe gaat dan de heer Boy, want die wil hierover nog aan u een vraag stellen. De heer Boy. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter. De heer Hoedemaker die noemt dat BBC het voldoende vindt om in 2050 dat voor elkaar te hebben, energie neutraal, hè? Maar waar heeft u dat gelezen? Dat hebt u zelf aangegeven, de stemwijzer. De stemwijzer met onze ambitie. Kijk, wij wachten natuurlijk gewoon af het raadsakkoord wat daaruit komt. En dat gaan we in samenwerking opstellen. En ik kan er wel met de verkiezingstijd of wat dan ook wel wat roepen van 2050 is ons genoeg. Maar we hebben nergens op papier staan onderbouwd dat dat zo is. Dus het kan net zo goed 2030 zijn. Ik zeg niet dat het is hoor, maar... Ik vind 2050, om ons daar nog vast te nagelen, dat vind ik onzin. Maar dat betekent dus ook dat uw verkiezingsbeloftes niet zoveel waard zijn. Ik denk als wij zeggen 2050 en het zou 2040 of 2030 worden, dat iedereen staat te juichen. Dus wij maken de kiezer niet blij, net zoals u, dat het zo snel mogelijk moet. Voorzitter, ik ga verder. Voorzitter, de kaderbrief stelt dat het college snel internet van belang vindt. Dat is mooi, want ook al onze inwoners vinden dit van belang. Het zou daarom goed zijn als het college kan garanderen dat de vaart erin blijft. De woorden als ondersteunen en faciliteren in de kaderbrief doen echter geen urgentie vermoeden. De provinciale doelstelling voor maart 2019 overal breedband wordt in ieder geval niet gehaald. Terwijl de recente ontwikkelingen op landelijk en Europees niveau aan gemeenten meer mogelijkheden geven om door te pakken. Is het college van plan hier ook echt werk te maken? En bent u met D66 van mening dat we er alles aan moeten doen om te verzekeren dat in onze gemeente een open netwerk van breedbandinternet ontstaat waarop meerdere aanbieders op een gelijk speelveld hun diensten aan kunnen bieden? Voorzitter,
Armoede en problematische schulden zijn in onze regio een hardnekkig probleem. Eén moment eventjes, meneer Hoedemaker. Eerst de heer Slob. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, waar ik een beetje moeite mee heb, meneer Hoedemaker, is dat u volstrekt voorbij gaat aan het feit dat de aanleg van glasvezel een inwonersinitiatief is. Dus het college kan wel faciliteren, maar volgens mij gaat het college niet over het tempo. Volgens mij gaat de stichting Glasvezel Zuiderveld, heet het geloof ik, is die toch echt aan het roer. En volgens mij moeten wij daar niet overheen willen walsen, zelfs niet als het een half jaar langer duurt. Meneer Roedemaak. Een half jaar is natuurlijk heel erg acceptabel. Maar als dit betekent dat het 5 tot 10 jaar langer duurt, dan denk ik dat onze inwoners weer hier zeker geen lol mee doen met het ondersteunen van alleen het burgerinitiatief. Dan is er toch wel meer nodig. Voorzitter, ik vertelde al, armoede en problematische schulden zijn in onze regio een groot en hardnekkig probleem. 1 op de 10 inwoners van de gemeente Coevorden leeft in armoede. In Drenthe heeft alleen Emmen meer arme inwoners. Een groot percentage van deze mensen heeft te maken met problematische schulden. Gemeenten kunnen veel doen om die structurele financiële nood te ledigen. En dat is nodig, want mensen met problematische schulden zijn minder productief, leven ongezond, verzuimen van hun werk of van school, kunnen zich niet ontwikkelen en hebben geen oog voor de gemeenschap. En de belastingbetaler is ook nog eens 100 miljoen kwijt aan een uitdijend bureaucratisch moeras. Kortom, de oplossing van het schuldenprobleem is winst voor iedereen. Dit kabinet is het eerste kabinet dat daadwerkelijk de problematiek van problematische schulden en armoedebestrijding benoemt en hier ook geld voor vrij wil maken. Dat blijkt uit de verhoogde uitkering voor schulden en armoedebestrijding van het gemeentefonds waarover de kaderbrief spreekt. In de gemeente Coevorden doen we mooie dingen met de Doe Mee Pas. Maar de Doe Mee Pas draagt natuurlijk niet bij aan het structureel oplossen van langdurige armoedeproblematiek. Mijn vraag is daarom aan de wethouder: wat voor structurele maatregelen worden getroffen om armoede en problematische schulden op te sporen, te voorkomen en te bestrijden? In hoeverre inspireert de nationale aandacht voor dit onderwerp ook het college van Coevorden om nieuw beleid op dit punt te formuleren? Voorzitter, met betrekking tot de vanavond ingediende moties heeft D66 een aantal vragen. En nou kwamen ze allemaal naar voren in een andere dan de cijfermatige volgorde. Dus ik wil me graag aan dat laatste houden als u het niet erg vindt. Met betrekking tot de grafrechten, dat is motie 10, vinden we dat kostendekkendheid in principe wel uitgangspunt moet blijven. De motie van de PvdA stelt terecht dat er steeds minder gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot begraven. Graag zou ik echter wat meer inzicht krijgen in de verwachtingen op lange termijn als het gaat om begraven, gelet op de demografische ontwikkelingen in onze gemeente. Verder vermeldt de motie dat grafrechten steeds minder vaak verlengd worden. En met 30 jaar zijn de grafrechten in Coevorden ook wel wat aan de lange kant. Is wel eens overwogen om deze periode te flexibiliseren. In bijvoorbeeld Hogeveen zijn de grafrechten in eerste instantie 10 jaar. Wellicht zijn mensen dan eerder geneigd om voor een graf te kiezen en bovendien maakt flexibilisering van de grafrechten de dienst ook goedkoper. De motie 1811, compensatie overlast windenergie, rept over concrete vragen, ideeën en andere vertegenwoordigers. Nou zit ik nog niet zo lang in deze raad en misschien mis ik wat, op dit vlak wat context, maar anderen konden me daar niet van voorzien. Dus ik vraag de indiener, de heer Slomp, wat die concrete vragen en ideeën zijn en waarom ze niet ingediend zijn en waarom het college in gesprek moet met andere vertegenwoordigers. De motie doet in ieder geval vermoeden dat u wat dit betreft meer weet dan ik. De motie over de inwonerslasten, dat is 1812, heeft zonder meer de sympathie van D66. De OZB, het werd al eerder opgemerkt, is echter de enige lokale belasting die de gemeente in kan zetten voor de dekking van de algemene middelen.
En D66 zou niet graag zien dat de gemeentelijke reserve hard achteruit boert als gevolg van een rücksichtloze verlaging van de OZB-inkomsten. Tegelijkertijd zien ook wij dat de OZB voor particulieren in Coevorden tot de hoogste in Drenthe behoort. Sterker nog, D66 heeft in de vorige collegeperiode al een mooi voorstel gedaan om de OZB-druk evenwichtiger te verspreiden. Want terwijl de OZB-lasten voor particulieren in Coevorden bijzonder hoog zijn, behoren de OZB-lasten voor bedrijven in Coevorden tot de laagste in Nederland. Door tegelijkertijd een OZB-verlaging voor particulieren en een verhoging door te voeren voor bedrijven, zou de totale OZB-inkomsten van de gemeente gelijk blijven. Zijn de indieners, die toch voorstander zijn van budgetair evenwicht, van zins een dergelijke suggestie in de motie op te nemen? En heeft u er wel eens aan gedacht om klimaatdoelen te koppelen aan woonlasten? Als het gaat om financiële prikkels voor het opruimen van asbest, waartoe motie 1813 oproept, dan kennen we in Drenthe diverse stimuleringsmaatregelen. De provincie stelde vorig jaar nog 3,5 miljoen extra beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. De eigenaren in Drenthe kunnen verder tegen een lage rente een lening afsluiten of dit geld gebruiken voor de plaatsing van een nieuw duurzaam dak. Het geld komt bovendien bovenop een rijksregeling asbestsanering van 4,5 euro per meter. Makelaars kunnen beamen dat sinds het begin van deze eeuw kopers de kosten van asbestsanering meenemen in het bepalen van de koopprijs van hun woning. Kortom, hoe kun je mensen blijven prikkelen? Je kunt mensen blijven prikkelen, maar het gevaar van overprikkeling ligt in mijn optiek op de loer. Ik ben heel benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Bij de motie over de subsidiecoördinator, dat is 1816, vroeg ik me af waar ik dit eerder gezien had. En ik heb het even voor u teruggezocht. En hier staat het in het coalitieakkoord dat 2 maanden geleden is gesloten en waarin de coalitiepartijen al hebben aangegeven een nieuwe ambtelijke functie te gaan ontwikkelen speciaal voor het helpen vinden van nationale, provinciale en landelijke subsidies. En toen werd zelfs gesuggereerd om eventueel samen te gaan doen met Borger O'Doorn en Emmen. Mijn vraag is daarom aan de indieners van deze motie: waarin wijkt deze oproep af van het voornemen dat het college ook al heeft? Over het stimuleringsfonds tenslotte kunnen we kort zijn. D66 is een warm voorstander van het stimuleringsfonds, zowel van deel 1 als van deel 2. Het is de manier om met elkaar in gesprek te blijven, de lokale democratie te versterken en projecten die echt leven te realiseren. Een pleit om dit uit te breiden of te verstevigen kan dan ook altijd op onze sympathie rekenen. Wij hechten daarnaast echter ook sterk aan het financiële uitgangspunt geld volgt plan. Als er geen concreet bestedingsdoel is, is er ook geen reden om geld uit te geven. In dat geval dien je als gemeente geld terug te geven aan de individuele belastingbetaler of het geld terug toe te voegen aan de reserve, of aan een reserve. Om die reden is D66 nooit een voorstander geweest van de dorps- en wijkbudgetten en we zijn dan ook zeker niet voor uitbreiding hiervan. En overigens moet mij van het hart, voorzitter, overigens blijft D66 van oordeel dat de bodem van Coevorden gevrijwaard moet blijven van afvalwaterinjecties door de NAM. Ik krijg een soort Carthago oprisping, zou je maar zeggen. Meneer Hoedemaker, dank u wel. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Graag college, raad, toehoorders, tribune. U heeft vanavond al heel wat gehoord, heel wat opmerkingen. En ik kan mij voorstellen dat het college ook denkt, jongen, wat moeten wij er allemaal mee doen? Maar goed, kaderbrief 2019. Bij het lezen van de kaderbrief 2019 kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de huidige coalitie toch wel ingenomen is met het gevoerde en nog te voeren beleid. Wij denken daar iets genuanceerder over,
Hoewel de financiële positie een stuk is verbeterd, wordt nog steeds gesleuteld aan de bezuinigingsopdrachten uit het recente verleden en zijn de littekens van uitgevoerde bezuiniging nog steeds zichtbaar. Met geen woord wordt in de kaderbrief, die toch de richtlijn moet zijn voor de invulling van de begroting 2019 en het meerjarenplan, gerept over bijstellingen en of annuleringen van de bezuinigingsvoorstellen. Voor de programmabegroting 2019 worden wel meerdere nieuwe ontwikkelingen aangekondigd, naast de op de valreep door de vorige coalitie nog gelanceerde voorstellen. De bestuurlijke hoofdlijnen zullen wel vertaald worden naar het bestuursprogramma. Ook de heer Slomp van de Partij van de Arbeid verwees ernaar dat er eigenlijk eerst een bestuursprogramma moet zijn voordat de kaderbrief geschreven wordt en niet andersom. Met name het onderhoud aan accommodaties zal een behoorlijke investering vergen, terwijl het uiteindelijk rendement van deze bezuiniging nog wel even op zich zal laten wachten. Het voornemen is om de onderwerpen duurzaamheid, sport en cultuur op de rol te zetten en hierover het gesprek aan te gaan. Dit is in tegenstrijd met de vaststelling in het verleden gemaakt dat sport geen kernpunt meer van het gemeentelijk beleid was. Is dit met elkaar te rijmen? De nadruk wordt gelegd op een gewijzigde vorm van overleg tussen de samenleving en de organisatie. Lezen we dit nu goed? Komen er nu ook andere vormen van overleg tussen de groepen en de bevolking, naast die van de plaatselijke belangen? Financiën. In het kader met de doorkijk naar het meerjarenperspectief is het jammer dat er in de toekomst geen lastenverlichting in staat om wat lager op de lastenranglijst te staan aan het einde van deze coalitieperiode. Voor ons zou het mooi zijn dat we bovenaan aanstaan als je de lijst op de kop houdt. Dat er behoedzaam met gelden moet worden omgesprongen is denken wij noodzakelijk. Nu het weer beter gaat, zijn we bang dat er weer een loongolf achteraan komt. Met als gevolg dat alles wat de gemeente uitbesteedt ook met prijsverhogingen gepaard gaat. De huidige tijd is veel meer een tijd van pieken en dalen. Misschien ervaar ik dat zo en kijken de jongeren hier anders naar. De gemeente krijgt nog een aantal zaken toegeschoven wat voor invloed dat heeft op de financiën van de gemeente is af te wachten. Ambities en ontwikkelingen. In de tekst wordt terloops gesteld dat we weer financieel gezond zijn en daardoor stappen gezet kunnen worden om op een aantal beleidsterreinen deze uit te voeren. Met name de woonvisie is ons een doorn in het oog. Nog steeds hanteert het college de afspraak, gemaakt tijdens de crisis, dat alleen gebouwd kan worden op locaties waarvan de gemeente al eigenaar is. Bij de vaststelling van hier hebben we dat voorstel ondersteund, gezien de noodzaak om ondanks het instorten van de bouwmarkt zoveel mogelijk rendement te halen uit de eventuele bouw. Nu de crisis al meerdere jaren achter de rug is en onder andere de bouwmarkt op haar oude niveau is teruggekeerd, is hier geen enkele reden meer voor. Toch wordt deze afspraak nog steeds toegepast, waardoor meerdere kernen geen enkele mogelijkheid meer hebben voor woningbouw. En dat al meerdere jaren. Ook in de nieuwe woonvisie is hier geen verandering in gekomen. Dit betekent dat vanaf 2008 tot 2025 in deze kernen geen woningbouw zal plaatsvinden. Wij hoeven niet uit te leggen welke gevolgen dit heeft voor de leefbaarheid van het dorp. Meneer Slomp. Ja, dank u wel. Ik ben benieuwd of meneer Bouwers dat ook concreet kan maken. Op welke plekken meer vraag is dan mogelijkheden? Nou, direct concreet, heer Slomp, dat heb ik niet bij de hand. Maar wij krijgen wel diverse vragen uit het dorp naar ons gericht. Van als er nog eens een keer mogelijkheden voor komen. Dus en daar spreek ik voor. Nou ja, als u diverse vragen krijgt, dan kunt u toch ook wel zeggen uit welke dorpen die komen? Nou, die komen bijvoorbeeld wel uit Sleen. Ach, Sleen niet.
Aalden. Er was daar vraag naar en ik kom uit Oost-Friesland. Ik kom nog vraag. Dus dat, maar als u ze precies hebben, want ik heb ze wel op papier staan hoor. Gaat u wel. Wij hoeven niet uit te leggen welke gevolgen dit heeft voor de leefbaarheid van het dorp. We zijn dan ook benieuwd hoe het college dit aan de plaatselijke bevolking gaat uitleggen. Het door het Rijk opgestelde interbestuurlijke programma dat samen met gemeenten, provincies en waterschappen zal worden uitgevoerd, roept vragen en bedenkingen op. Betekent dit dat gemeenten mogen betekenen bij het kruisje en de nota mogen voldoen? Gemeenten zijn toch in zoverre autonoom dat ze zelf mogen bepalen welk beleid ze willen voeren, waaraan ze geld willen besteden en welke prioriteiten ze aan een project willen toekennen. Mobiliteit. Een opmerking die geplaatst kan worden bij mobiliteit, dat het jammer is dat de provincie niet de kans aangrijpt om de lage onderdoorgaan in de N34 tussen Dalen en de afslag Coevorden-Noord aan te passen naar de meest gangbare hoogte. Het niet aanpassen kan in de toekomst leiden tot groot verkeer op de wegen en plekken waar je ze liever niet hebt. Is voor zover mij bekend ook geen onderzoek naar gedaan. Openbaar groen. We hebben er al jaren op gehamerd dat het onderhoud van het openbaar groen beneden peil is. En u heeft uitgesproken dat er geen aannemer meer is te krijgen en dat ze is bijzonder jammer daar u door schade voorlopig niet in kan halen. Maar u heeft geluk dit jaar. De weergoden zijn met u en geven droogte. Dus geen groei tot weinig groei van het groen. Zorg nu dat u bijblijft met het onderhoud van dit openbaar groen en hou het op peil. Toeristenbelasting. De toeristenbelasting zal in 2019 met 5 cent worden verhoogd. Het college heeft het voornemen onderzoek te doen naar een gewijzigde vorm van belastinginning en stelt voor om voor 2019 de toeristenbelasting ongewijzigd te laten. In afwachting van het onderzoek. Bij deze kaderbrief zou een raadsvoorstel voor besluitvorming zijn toegevoegd. We hebben deze nog niet aangetroffen. Overigens hoeft dit van ons ook niet. We zien geen enkele reden om de verhoging op te schorten. Meneer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben we hier zojuist met een hamerslag iets gedaan met die toeristenbelasting. Of niets gedaan met die toeristenbelasting, maar gehandhaafd op het niveau. Dus ik weet niet waar u de verhoging van 5 cent of het nog te verwachten raadsvoorstel vandaan haalt, maar... Nou, dan heb ik die waarschijnlijk niet goed gelezen, maar niet goed bekeken. Nou, misschien nog even nakijken. Kijk nog even naar. Ja. Besluit over de kaderbrief. De kaderbrief vast te stellen. Wij hebben de kennis genomen van de kaderbrief. De uitwerking naar het bestuursprogramma moet nog plaatsvinden in de septembercirculaire. Moet nog meer duidelijkheid verschaffen over de financiën. De begroting voor 2019 en het meerjarenraming moet nog gepresenteerd worden. En we zijn dan ook benieuwd hetgeen we de komende jaren mogen verwachten. Een lagere uitkomst op de lastenladder is voor ons een must. En aan het einde van deze coalitieperiode. Over de kaderbrief zegt u, dit creëert een duidelijkheid over het te verwachten financieel perspectief voor het nieuwe begrotingsjaar. Ons hart klopt vol verwachting naar de vertaling van de kaderbrief naar een bestuursprogramma en begroting. En stellen deze vast met kennisgeving. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee, dames en heren, zijn we aan het eind gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Raad. Maar op het programma staat ook nog een eerste reactie van de zijde van het college. En dat helpt natuurlijk om in de pauze u ook allemaal als fracties en raadsleden in de gelegenheid te stellen om uw gedachten over de ter tafel gebrachte onderwerpen en uitspraken die van u gevraagd worden in de vorm van motie. Maar ook het preadvies wat het college dan in eerste termijn kan meegeven om dat te wegen.
eventueel met elkaar te beraden over eventuele aanpassingen die het draagvlak voor uw uitspraken nog groter maken. Kortom, de pauze kan nog goed gevuld zijn en veronderstelt in ieder geval niet, wat mij betreft, met de benen op tafel zalig niets doen. Want we zijn nog niet aan het einde van deze bijeenkomst. Ik geef in de volgorde die u gewend bent van het college, nou dus niet iedereen, want het is de eerste keer dat we het in deze raadsperiode, in deze bestuursperiode doen, besef ik mij. Beginnen even met de portefeuille van het onderwerp. Dat is de portefeuille financiën in dit geval. En dan gaan we zo langs de lijn van de wethouders en ik zal zelf de eerste termijn afsluiten. De heer Zwiers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal van u heeft al terecht benoemd dat we nog in een wat bijzondere fase zitten. We hebben een kaderbrief, nog geen bestuursprogramma. Een terechte constatering, dat is misschien ook inderdaad wat lastig. Maar goed, daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt inmiddels. Om dat bestuursprogramma tegelijkertijd met de begroting ongeveer opgeleverd te krijgen. En we houden u daar natuurlijk van op de hoogte. Ja, dat neemt niet weg dat we in de kaderbrief wel een aantal richtingen willen meegeven. Dat komt natuurlijk bij de begroting dan vanzelfsprekend terug. En wanneer je financieel gezond bent, wil je dat graag zo houden, zo hebben we het ook benoemd. En wanneer je incidenteel een greep in de kas doet, dan moet je hem daarna ook weer kunnen aanvullen. En dus dat betekent dat wij ook, ondanks het feit dat het er allemaal goed uitziet, en dat het voldoende is, misschien wel meer dan voldoende, dat we toch altijd zorgvuldig met geld moeten blijven omgaan, want het is geld van onze samenleving. Immers wanneer u zelf een andere auto koopt, dan raakt u aan uw banksaldo. En als u daarna weer een nieuwe wilt kopen, moet u wel even weer gespaard hebben om een auto te kunnen kopen. Uitzonderingen daar gelaten. Maar natuurlijk, wij zijn hartstikke trots op die financiële positie. En we willen niet op het geld gaan zitten, dat we tegelijkertijd erbij zeggen. Maar we willen duidelijk investeren om de kwaliteit van onze samenleving, daar waar gewenst, te helpen vergroten. En te verbeteren, om de inwoners die goede ideeën hebben te faciliteren en te belonen. En de vraag luidt dan ook in eerste instantie of we de basis op orde hebben. Ik heb in meerdere van uw betogen gehoord dat we de basis nog niet op orde hebben. En dat vinden wij zelf ook, want er is nog wel wat te doen. Je kunt dat financieel insteken. Nou, als je het financieel insteekt, dan zeg je ja, we zijn klaar, het gaat goed. Maar het gaat om meer dan geld. Het gaat om het welbevinden van onze inwoners. Het gaat er ook om dat we in de afgelopen 10 jaar voorafgaand aan 2017 en eigenlijk zelfs tot en met 2018 10 jaar lang flink bezuinigd hebben. En ik weet niet hoe u dat ziet, maar als college denken we dat we daar niet in 1 of 2 jaar van hersteld zijn. We hebben bezuinigd, dat was noodgedwongen. En we hebben dat ook nog met succes gedaan. Dus ik denk dat dat op zich alle lof verdient van u, van de inwoners. En ook de manier waarop we dat met elkaar hebben aangepakt. En dat heeft uiteraard zijn sporen nagelaten. U bent daar op ingegaan in uw betogen. En daar zal ik zo meteen wel op terugkomen. De ambities die we hebben, die zullen we echt laten zien. Ik denk dat het geldt voor het hele college, dat we daarin niet door willen wandelen, niet door willen sukkelen zeg maar, met de route die we gegaan zijn. Nee, we willen echt weer nu een stevige ambitie neerzetten. Maar met wel een heel ander uitgangspunt dan 4 jaar geleden. Want toen zaten we op zwart zaad en nu hebben we geld en kunnen we kijken waar we zorgvuldig kunnen gaan investeren. Als ik kijk naar de beschouwingen, reageer ik even op wat de BBC aangaf. Financieel gezond blijven, wat is nou het minimumniveau van die reserve? Volgens mij heb ik daar al eens een keer wat uitspraken over gedaan. We hebben het ook al eens een keer in een raadsbijeenkomst besproken. We hebben gezegd van, ja, wij hoeven geen 50% solvabiliteit. Dat mag wat ons betreft ook tussen de 30% en de 40% zijn. En we willen tenminste een algemene reserve hebben van ongeveer een 30 miljoen euro. Of een winstvermogen van 30 miljoen euro. Dat is eigenlijk beter.
En wat is dan die begrotingsruimte? Ja, ik vind dat nogal een lastige vraag om daar nu iets over te gaan zeggen. Ik denk dat de begrotingsruimte, dat we die met elkaar gaan bepalen op het moment dat we de begrotingsbehandeling gaan doen. Maar ik kan u wel zeggen, er is ruimte, er is behoorlijk wat ruimte naar mijn idee voor nieuw beleid. En misschien ook wel om toch nog verder die basis op orde te krijgen, het liefst in die volgorde uiteraard. Maar goed, dat is aan u, om dat ook in de discussie tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde te stellen. Als het gaat om herstructureringsfonds, daar hebben meerdere partijen iets over gezegd. Ik denk dat we daar goed aan doen. En what's in the name, herstructureringsfonds, als er een betere naam is, ik vind prima. Als er maar geld in komt. En het gaat ons zeker ook om dat private bezit wat dreigt te verpauperen. Dat wil niet zeggen dat dat projectontwikkelaars zijn. Maar hier speelt specifiek ook de vraag die onze provincie ons meegeeft. En de opdracht die de provincie ons meegeeft om juist goed naar dat private bezit te kijken. Dat niet mag verpauperen. Want het verhuurde bezit en het coöperatiebezit, dat is goed onder controle. Daar lopen we ook relatief weinig risico's. En willen we nou huizen bouwen? Nou, volgens mij is er ruimte om huizen te bouwen. Er is ruimte voor goede plannen. Het gaat vooral om inbreiding. Nou, ik denk dat niet meer herhaald hoeft te worden. Het staat in de woonvisie. En volgens mij hebt u daar unaniem een klap op gegeven. Er waren wat vragen over breedband. Ja, ik begrijp aan de ene kant dat we daarin coulant moeten zijn. En ik denk dat we daar ook goed naar moeten kijken. Wat ik niet begrijp is dat ik daar zeg maar als portefeuillehouder zo stevig achteraan moet. En ik ondersteun ook graag de woorden van de heer Slomp. Dat dit toch echt gaat om een inwonersinitiatief. Ik zou niet graag zien, en dan kijk ik even naar het pak en ik kijk ook even naar de heer Roedemaker, dat wij dat gaan overnemen. En de 100 vrijwilligers die er zijn, ja, ik weet niet of u aan de deur langs wil en belletje drukken straks, maar wij zijn die 100 ambassadeurs heel hard nodig. En als het gaat om faciliteren, dan betekent dat ook financieren en ondersteunen. En als het woord nog wat explicieter gemaakt moet worden, dan zullen we dat zeker doen. En ik denk dat richting de begroting we wellicht al iets meer kunnen zeggen over de bedragen die gevraagd worden. Maar ik zou u ook willen adviseren, en ik heb dat al meerdere keren gedaan, ik weet niet of u het ook gedaan heeft, maar gaat u vooral eens vragen bij de Stichting Glasvezel Zuiderveld van hoe zij erin zitten. En wat naar hun idee het tempo is wat ze aan de dag zouden kunnen leggen en willen leggen. De provincie is heel dik tevreden. Glasvezel Zuidenveld is dik tevreden. Dus ik zou vooral daar eens even gaan kijken en ik zou vooral mijn oor daar eens even te luisteren leggen. En dan even naar ons welbevinden hier in deze gemeente. Nou, we hebben even gekeken, maar volgens mij zijn we gestegen. Als het gaat om de 5,6 die de heer Bonkers noemde. Ja, ik denk dat was in 2015 volgens mij. En ik denk dat dat nog de effecten waren van de collegeperiode daarvoor. Dus dat zal niet onze collegeperiode zijn geweest. En als het gaat om het woonklimaat, ik noem maar even 7,94 als getal. Dus ik denk dat dat een prima getal is van het woon- en leefklimaat in onze gemeente. En als het gaat om de verbondenheid in de buurt, nog even een getal, 7,42. Nou, ruime voldoendes, geen studentencijfers. Zeker niet als je naar mijn cijfers van vroeger kijkt. Ik was even benieuwd wat de heer Zuur bedoelde met het uitstellen van de keuzes. Maar goed, daar komt u misschien straks nog wel op terug. En als het gaat om de inwonerslasten, had ik die maar één keer even meenemen. Ja, die inwonerslasten. Ja, ik ben natuurlijk absoluut niet trots dat wij bovenaan het lijstje staan. Maar volgens mij weten wij allemaal, zoals wij hier aan tafel zitten in deze raad, hoe dat is gekomen en waar het vandaan is gekomen. Dat hoef ik u volgens mij niet nog eens een keer weer uit te leggen. En dat we dan bovenaan staan in het lijstje, ja, dat klopt. Maar we hebben de zaak wel weer op orde gekregen. En dat bouw je niet in 1 of 2 jaar af. En we raken ook niet in 1 of 2 jaar in de middenmoot. En ja, dan hebben we daar nog wel wat dingen te doen. Het beperken van die lasten, daar ben ik een groot voorstander van, wanneer dat kan. Maar wel in combinatie met de ambities die we met elkaar uitspreken bij de begroting. Dat zou mijn voorstel ook zijn. Ik kom daar straks bij de motie nog even op terug. Als het gaat om de winstneming, nou, dat is meer techniek, denk ik. Maar goed, daar
gaan we nu maar even niet op in. Dan, ja, even kijken, de heer Slomp had er nog over luisteren. Nou ja, we luisteren niet om te luisteren natuurlijk, maar om aansluiting te vinden, denk ik, bij de samenleving en bij groepen die we wat minder goed bereikt hebben tot nog toe. En ik denk dat er sommigen ook, ja, die willen misschien wel niet bereikt worden, die duiken graag weg voor ons. Die zijn er natuurlijk ook. Maar we zullen ons daar inderdaad ons uiterste best voor moeten doen. En dat geldt voor ons als college, als geheel, en dat geldt op alle beleidsterreinen. Wat ik nog wel wil benoemen is dat we wel begrotingsruimte hebben. En als we kijken naar de meicirculaire, dan geeft hij natuurlijk nog een prachtig beeld. Die lijn is eigenlijk wel doorgetrokken vanuit de maatcirculaire, is in ieder geval niet te veel afgezwakt. Dan zegt dat iets over de begrotingsruimte die daaruit blijkt. Maar we kennen ook allemaal de onzekerheid rond dat gemeentefonds. Dus ik vind dat we niet daarin alles zouden moeten willen weggeven. En met die gelijkblijvende lasten, of misschien eens een keer eens teruggeven, ja, dat willen wij natuurlijk gaan bekijken. En wat ik al zei, daar kom ik straks nog even op terug. Dan heb ik volgens mij zo ongeveer alles wel gehad. Het wonen. Ja, ik denk dat het wonen, wat ik al zei, wonen is mogelijk, zeg maar bij ons. Plezierig wonen is mogelijk, heb ik net al benoemd, met een 7,94. En ik denk ook dat er ruimte er is om te bouwen. Maar dat doen we niet alleen op gemeentegrond, heer Bouwers. En volgens mij is het ook niet zo dat benoemd staat op die manier in de woonvisie. We hebben gezegd, ruimte voor goede plannen is er, dus we werken ook gewoon mee aan private plannen. Als het gaat om de toeristenbelasting, nou inderdaad, kijkt u het nog even na. Volgens mij is die gelijk gebleven. Dan kom ik bij de motie. Dan beperk ik me even tot de motie in mijn portefeuille. En dat gaat over de woonlasten of de inwonerslasten, zoals het genoemd staat hier. Ik denk dat uiteraard willen wij onderzoeken in hoeverre of we of die woonlasten naar beneden kunnen, die inwonerslasten. Maar ik zou wel van u willen vragen om ons daar ook wel even de tijd voor te geven. Want als ik u even meeneem in de planning, dan zouden wij eind september klaar moeten zijn met het onderzoek. Als wij het in de begroting 2019 nog mee willen nemen. En ik denk dat het tekort door de bocht is. Ik zou heel graag willen voorstellen om richting het bestuursprogramma te kijken en in het bestuursprogramma op te nemen dat wij deze komende 4 jaar proberen om die woonlasten zoveel mogelijk in te dammen. En ik denk dat dat onze uitdaging moet zijn. En dan kijk ik liever naar het bestuursprogramma dat ik dat nu in de motie stop en gelijk al in de begroting 2019 moet meenemen. Dus ik zou ook willen voorstellen omdat u zegt van ik wil eigenlijk structureel kijken naar die inwonerslasten. We hebben nog een onderzoek te doen naar tariefdifferentiatie. Ja, het is nu vlak voor de vakantie. Dat zie ik in ieder geval niet zomaar gebeuren in deze korte tijd. Dus ik vraag u daarin mee te bewegen, niet richting de begroting, maar toch mee te bewegen om te kijken of we daar goede teksten voor op kunnen nemen in het bestuursprogramma. Dank u wel. Dank u wel. U heeft al in de gaten, dames en heren, dat we de collectieve spreektijd van het college even, dat is ook een onzekere gewoonte, spreiden over de portefeuillehouders. Dus er loopt een extra klok mee om te kijken hoe de overschrijding van de 10 minuten van de heer Zwiers, dat is een vast patroon, weer kunnen compenseren. De heer Brink doet een eerste poging. Goh, dan ben ik blij dat ik tweede ben. Maar die klok die blijft maar lopen natuurlijk. Voorzitter, leden van de Raad, we hebben de kaderbrief aan u voorgelegd en u hebt daar natuurlijk een aantal vragen over. En dat geldt natuurlijk ook voor het sociaal domein. En in het sociaal domein, moet meneer Bonkers erin vragen om zijn stoel vast te houden, want er gaat geen 30 miljoen om, maar 40 miljoen. Dus dat is nog even een paar centen meer dan u in uw betoog opgenomen had. En wat mij betreft gaat dat geld gewoon naar de burgers van Coevorden, tenminste wel naar mijn burgers van Coevorden. En ik hoop dat uw burgers ook zijn, want anders hebben we een probleem de komende tijd. En het geld wordt natuurlijk niet zomaar besteed, het geld wordt op een goede manier besteed aan mensen die een vangnet nodig hebben, aan mensen die weer
op gang geholpen moeten worden, die aan het werk geholpen moeten worden, die zorg nodig hebben en die andere bekommernis van de gemeente of de partners van de gemeente nodig heeft. En dat doen we niet zomaar, maar dat vinden we vanuit onze opdracht die we van het Rijk hebben. Maar dat vinden we ook omdat we als gemeente een taak op ons hebben genomen die sociaal is, die bij mensen hoort en die deze samenleving meehelpt om aan de gang te blijven en om aan de gang te komen. En als meneer Bonkers OZB en WMO-geld vergelijkt, dan vergelijkt hij appels met peren. Iemand die een schade aan zijn auto declareert, is ook niet direct een gevaar in het verkeer. Dames en heren, algemeen is gezegd dat we financieel gezond zijn. Nou, dat is geen hogere wiskunde, dat kunnen we allemaal zien. En dat betekent ook dat we een aantal dingen weer in gang moeten zetten die we in de komende periode uit zullen bouwen en die we ook een plek zullen geven in het bestuursprogramma. En daar hoort zeker langer thuis wonen bij. Daar hoort zeker innovaties in het sociaal domein bij. Daar zullen wij u ook allemaal voorstellen voor doen in het bestuursprogramma. Maar u weet ook dat innovaties en preventie al langer op onze agenda staat en dat we daar met partners in het veld heel hard aan werken. Er worden concreet plannen bedacht om op diverse gebieden de preventie en het voorkomen vorm te geven. Die doen we soms in samenwerking met andere gemeentes in het kader van shared savings. Doen we in samenwerking met de gemeente Hoogeveen. Shared savings is een systematiek. Die moet leiden tot innovaties en die innovaties moeten voldoende geld opleveren om weer nieuwe innovaties te kunnen financieren. Dus we zijn daar volop mee bezig. Ik zal u daar zeer van op de hoogte houden, omdat ik daar ook zeer trots op ben dat wij dat doen als gemeente. Maar volgens mij zijn wij de enige gemeente in de provincie Drenthe die een aanpak kent zoals wij die ontwikkeld hebben. De WMO-pot is volgens sommigen ruimschoots gevuld geweest. Ja, we hebben steeds overschotten gehad. Dat heeft ermee te maken dat onze inrichting van onze organisatie en de wijze waarop we georganiseerd hebben altijd vooruitgelopen heeft op het budget een jaar later dan het lopende budget. En die budgetten waren altijd lager. En als je dus goed functioneert, hou je dus ook geld over. En dat geld hebben we niet zomaar gebruikt. We hebben dat ook gewoon in onze reserve gedaan en daarom staan we hier met z'n allen ook weer voor een gemeente die gezond is en die weer een beetje kan investeren. Voorzitter, meneer Zuur zegt van we moeten keuzes niet uitstellen en de basis op orde maken. Meneer Zuur, u zult op uw wenken bediend worden in het bestuursprogramma. Ik zal u een paar voorzetjes geven. We zullen inderdaad met een voorstel komen tot investeringen in onze sportaccommodaties. In de vorige periode hebben we al gezegd dat we de sporthallen overeind willen houden. Die zijn allemaal 30, 40 jaar oud en hebben een echte vernieuwing nodig. Zowel qua duurzaamheid, maar ook qua modernisering in de inrichting. Daar zullen we een investeringsvoorstel op doen. Dat geldt ook voor de buitensportaccommodaties. Zodat ook binnen dat sociaal domein die sport en die preventie en de gezondheid een echte plek kan krijgen. Dus die voorwaarden moet je ook echt maken. Dat sport geen kerntaak is. Nou, we hebben de vorige periode al gezegd, sport is een taak die voor ons vooral te maken heeft met gezondheid en preventie, maar ook met leefbaarheid. En ook u gaat de discussie aan en het gesprek aan met de samenleving over de leefbaarheid en een goed verenigingsleven. Voorzitter, er worden daarin ook voorbeelden genoemd, zoals het grootveldoverleg in Dalen, maar ook het overleg in Schoonoord. Dat gaat over accommodaties, dat gaat ook over andere maatschappelijke accommodaties. Daarin zullen we ook, en in het bestuursprogramma, maar ook een financiële vertaling proberen te geven, niet proberen, dan gaan we geven, in de begroting die u aan het eind van dit jaar kunt verwachten. Dus voorzitter, voor wat het sociaal domein betreft is preventie voorkomen de methode om in ieder geval de betaalbaarheid van het sociaal domein op termijn ook te kunnen realiseren. De sport blijft een hele belangrijke taak voor de gemeente en die staat echt in het licht van leefbaarheid, preventie en gezondheid. En
Volgens mij heb ik de meeste vragen daarmee ook beantwoord. Maar ongetwijfeld nog niet degene die de heer Zuur nu gaat stellen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de concreetheid van voorstellen richting de begroting. U noemt een hele concrete ten aanzien van de sportaccommodaties, binnensport, buitensport. Ik wil u er wel op wijzen dat we ook een raadsakkoord hebben. En dat we elkaar daar op dat speelveld, om maar even in de terminologie te blijven, elkaar wel blijven zien. En niet proberen daar elkaar voor de voeten te lopen. Absoluut, voorzitter. Daar zullen we ook een goed samenspel in moeten hebben. Daar waar een samenspel nodig is en daar waar verantwoordelijkheden duidelijk zijn, kunnen we ze ook duidelijk zo neerleggen. Voorzitter, de heer Slomp heeft nog veel aandacht besteed aan het meedoen. Dat zit natuurlijk ook in ons sociaal domein. Daar gaan we volop op inzetten. Het is in onze regio hardnekkig met de armoede. Het is hardnekkig met de lage zes. Wij willen wel een doorbraak forceren. Soms doen we dat samen met anderen. We hebben een coalitie samen met Emmen en Borgerodoorn om de lage zes ook werkelijk eens een keer te kunnen doorbreken. Maar let op, het is niet eenvoudig en het is een kwestie van lange adem. Maar we moeten wel beginnen, anders krijgen we daarin geen doorbraak. Dank u wel. Heb ik mij een beetje gedragen? Ja, er is een stijgende lijn zichtbaar, meneer Brink. Dank u wel. De Ruizing. Dank u wel, voorzitter. En voor de voetballiefhebbers, het is inmiddels begonnen. Dus ik zal proberen om mijn verhaal zo boeiend mogelijk te houden om u niet in de verleiding te brengen. Ik ga even onderwerpsgewijs de bijdrage van de fracties bij langs. Ik begin met de jeugd en onderwijs. Daar heeft het PAK de vraag over gesteld van hoe zit dat nou precies? Want er staat wel zo mooi in het de kaderbrief dat wij aandacht willen gaan besteden aan het in gesprek gaan met jeugd, met kinderen, met jongeren en hun ouders. Maar wat is daarbij de insteek? Nou, de insteek is eigenlijk wat wij in het coalitieakkoord hebben onderkend, is dat bij verbindend besturen kinderen eigenlijk nog weinig gehoord zijn. Dat wil niet zeggen dat we niet heel veel hebben geprobeerd om ook te doen voor kinderen. Maar juist die stem van het kind hebben we niet gehoord. En dat is de insteek voor de komende periode. En daar zult u in het bestuursprogramma ook nog nadere duiding van krijgen. De insteek is, we willen graag dat ieder kind gelukkig, gezond en veilig opgroeit. Ja, als je dat wilt, dan is het beste denk ik om ook vooral met die kinderen in gesprek te gaan. En wat vinden jullie ook wat daarvoor nodig is? Dus in die zin is het niet anders dan met de andere beleidsterreinen. Daar proberen we ook in gesprek te gaan met de inwoners die het betreft. Dan is er op dat gebied jeugd en onderwijs door het CDA nog een vraag gesteld. En of een opmerking gemaakt was geloof ik meer. Dat ging over de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs. Nou, de betreffende informatiebijeenkomst van Covalent, ik ben er niet bij geweest, dus ik kan hem niet duiden. Ik weet wel in algemene zin dat het twee verschillende werelden zijn. Dat pas het onderwijs en jeugdhulp soms heel erg dicht bij elkaar liggen. En dat wordt gelukkig ook van beide kanten onderkend dat het nodig is om elkaar gewoon in concrete situaties op te zoeken. Ik ken gelukkig voldoende voorbeelden waar dat gebeurd is. Maar er zijn ongetwijfeld nog voorbeelden waar het nog niet gebeurd is. Dus daar ligt denk ik nog een mooie verbeteropgave. Dan de onderwijshuisvesting. Daar heeft de Partij van de Arbeid wat over gezegd. In die zin dat zij ook aangeven, nou ja, we zijn in gesprek. Er moet de komende jaren, en dan hebben we het inderdaad niet alleen over deze periode, maar ook daarna, moet er met een groot aantal onderwijsaccommodaties wat gebeuren. En terecht geeft de PvdA-fractie ook aan van nou, ga ook vooral kijken of daar bijvoorbeeld kansen liggen met, nou ja, de collega Brink had het net over de sporthallen, multifunctionele accommodaties. Kijk gewoon hoe je dan per situatie kunt kijken of je misschien van 1 en 1 wel 3 kunt gaan maken.
En BBC maakte nog een opmerking over de aansluiting van onderwijs en werkgevers. En ik denk een hele belangrijke, en dat vraagt volgens mij van het onderwijs vraagt dat wat. En het vraagt van werkgevers wat namelijk ook in ieder geval inzichtelijk maken waar behoefte aan is. Ik heb ook begrepen dat dat punt ook nog niet altijd even vanzelfsprekend is. Als beide partijen daar welwillend in staan, dan moeten we volgens mij die aansluiting veel beter kunnen krijgen. Dan kunst en cultuur. Daar gaf de VVD van aan dat missen we eigenlijk en dat vinden we jammer, want we vinden het wel belangrijk. Nou, dat u het mist, het klopt niet helemaal. Wat u mist is de inhoudelijke plannen op dat gebied. Wat we wel geconstateerd hebben is dat de rolopvatting, dat die aan een herijking toe is. Dat we moeten kijken, onze positie die we hebben op het gebied van kunst en cultuur, is dat een positie die we ook de komende periode moeten voortzetten? Of, en dat volgens mij verbaast ons dat niet, we hebben signalen dat het op bepaalde gebieden wij onze rol toch wel wat steviger weer mogen gaan neerzetten dan we de afgelopen periode ook noodgedwongen, denk ik, gedaan hebben. Maar daarover gaan we eerst in gesprek met de sector. Zoals dat volgens mij ook binnen verbindend besturen past. En daar komt dan misschien meteen de opmerking over de subsidiecoördinator van D66. Nou, ik denk dat juist kunst en cultuur een van die terreinen is waar ontzettend veel subsidiepotjes zijn. Maar die moet je wel weten aan te boren. En ik durf wel te beweren dat wij op dat punt op dit moment gewoon echt nog kansen laten liggen. We proberen wel zoveel mogelijk ook initiatieven vanuit de samenleving op het goede spoor te zetten. Maar ik denk dat daar nog kansen liggen. En daar kan denk ik een goede invulling van zo'n subsidiecoördinatorfunctie kan daar een mooie bijdrage aan leveren. Wat niet wegneemt dat we dan natuurlijk wel altijd de middelen voor cofinanciering moeten hebben. Want geen enkel fonds dat ik ken zegt van wij nemen alle kosten op ons. Duurzaamheid is een groot aantal opmerkingen over gemaakt. Als eerste BBC wees op het belang van een loketfunctie, waar ze graag meteen mee aan de slag willen. Het goede nieuws is het duurzaamheidsloket, het is er. Het is namelijk het Drentse Energieloket. Maar dan komen we meteen, denk ik, bij de tweede conclusie die we ook wel kunnen trekken. De bekendheid daarvan is nog te beperkt. Want was die bekendheid er al om geweest, dan had u ongetwijfeld dit punt niet naar voren hoeven brengen. Dus volgens mij moeten we daar nog flink aan gaan werken. Dat sluit aan bij... laat ik eerst aan de opmerking van D66 gaan. De heer Hoedemaker gaf aan van, college, u geeft al aan 2040, maar loopt u nou niet voor de muziek uit, want dit is een onderwerp van het raadsprogramma. Nou, 2040 stond al, die datum. En volgens mij, die datum blijft wat mij betreft staan. Als die na het gesprek wat uw raad met de samenleving gaat voeren ingewisseld wordt voor een eerdere datum, dan passen we ons daarbij uiteraard aan. Een latere datum, dat zeg ik dan vanuit onze verantwoordelijkheid als college, vinden we niet acceptabel. Helder. De heer Boye, even nog terug op een eerder item. Dank u wel, voorzitter. Ik kom inderdaad even terug over het loket, het duurzaamheidsloket. U zegt het er al is. Ik wil even vragen aan u, waar? Moeten ze naar Assen of is het in Coevorden? Want wij willen graag een duurzaamheidsloket in Coevorden. Het is een centraal Drents duurzaamheidsloket. En zoals heel veel loketten tegenwoordig, mensen komen niet meer naar een fysiek loket. We willen vooral een lokaal loket. En willen vooral dat eigenlijk nog het liefste, ze willen doorverwezen worden naar iemand die gewoon bij ze thuis komt. Dus ik denk ook als je vraagt, als iemand komt met vragen hoe die zijn eigen woning kan verduurzamen, dan moet daar gewoon iemand bij diegene thuiskomen. En die mogelijkheden die worden daar via het loket geboden. Ik denk alleen dat de vindbaarheid van het loket, dat nog wel een dingetje is, zoals we dat dan zeggen. Nou, dat punt van het raadsprogramma en het onderwerp duurzaamheid, wat mij betreft, wij zien gewoon echt dat er bepaalde onderwerpen zijn waar de samenleving
eigenlijk niet zit te wachten op een gesprek met de raad, maar gewoon verwacht dat we nu in actie komen. Nou, het loket was een punt wat is aangegeven. Er zijn nog wel meer. Dus van deze kant ook het aanbod om met uw raadswerkgroep in gesprek te gaan. En eens te gaan kijken van welke onderwerpen lenen zich nou echt voor het gesprek wat u met de samenleving gaat voeren. En welke onderwerpen zijn eigenlijk misschien wel zo evident dat we daar gewoon meteen mee aan de slag kunnen. En ook de manier waarop u als raad dan de goede opdracht kunt geven. Volgens mij zijn de eerste stappen tot zo'n gesprek zijn die gezet. Ik hier bij het aanbod om daar ook zeker bij aan te sluiten. Dan heeft het CDA nog vragen gesteld over de milieustraten. En vooral het probleem van oneigenlijk gebruik daarbij aangesneden. En oneigenlijk gebruik in die zin dat afval wordt aangevoerd, dat is in ieder geval de veronderstelling als je kijkt naar de enorme cijfers, door ofwel bedrijven en dus niet door de particulieren en bedrijven die dan ook wel het tarief van de particulier betalen, ofwel door mensen uit ons omliggende gemeente. Nou, daar hebben wij in ieder geval bij AREA aandacht voor gevraagd. Die hebben ook de toezegging gedaan van wij zullen daar strenger op gaan toezien. Maar wij zijn nog wel aan het verkennen of daar nog zo licht mogelijke maatregelen mogelijk zijn om daar toch iets meer zekerheid te krijgen. Bijvoorbeeld de invoering van een pasjesysteem of iets dergelijks. En dan voordat we andere gedachten of discussies krijgen, dan gewoon een pasjesysteem om echt ons ervan te kunnen overtuigen dat degene die daar is ook echt inwoner van onze gemeente is en daar als particulier er komt. Volgens mij kan het wel heel interessant zijn om ook eens in de gaten te houden of de bepaalde mensen dan wel heel erg vaak komen. En moeten we daar dan eens naar gaan kijken. Uitgangspunt is natuurlijk nog steeds, we willen zo weinig mogelijk afval hebben. Vandaar ook restafval 100 kilo per persoon in 2020. Als we dan toch afval hebben, willen we zoveel mogelijk gescheiden. Ja, en daar zit juist het belang ook van een laagdrempelige milieustraat. De fracties die daar worden aangeleverd zijn juist hele mooie gescheiden fracties die je dus ook wel weer kunt hergebruiken. Dus daar zit je meteen in het spanningsveld van ga je echt wat doen met tarieven of ga je juist erop inzetten dat zoveel mogelijk mensen daar komen. En en verder natuurlijk is het de insteek om door het beperken van het restafval, door bijvoorbeeld ook een aanpassing in de inzamelsystematiek. Ach kijk, heb ik proactief een vraag van de heer Slompen voorkomen. Nou, ik zou willen vragen dat we toch weer even terugkeren naar de hoofdlijn die een kaderbriefbehandeling vraagt. Want we gaan nu wel richting operationaliteit. Dus ik zag met zorg, hoewel ik dat normaal met graagte zie dat er men zich naar de interruptiemogelijkheid biedt, begeeft. Maar ik zag dit met enige zorg. Gelukkig keerde zich dat. Maar we zijn met een stuk op hoofdlijnen bezig. Dus ik denk dat we dat ook eventjes moeten volhouden in de lijn van de beantwoording. Ja, ik trek hem dan vooral, voorzitter, even in het kader van het beperken van de lasten. We weten met z'n allen dat als we de hoeveelheid restafval naar beneden brengen, dat dat ook mooie bijeffecten kan hebben voor de kosten en dus ook voor het tarief afvalstoffenheffing. Als je nu kijkt naar het lijstje wat al een aantal keer gememoreerd is, grosso modo is er een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid restafval wat in een gemeente wordt ingezameld en de hoogte van de afvalstoffenheffing. En er zijn een aantal uitzonderingen op, maar grosso modo kun je gewoon stellen. Hoe hoger het restafval aantal, hoe hoger het tarief. Dan bereikbaarheid. Daar zijn een aantal vooral positieve opmerkingen over gemaakt. Nou, ik denk dat ik daar ook niet al te veel dan over hoef uit te wijden. Behalve de opmerking RSP in oktober gaat er een en ander gebeuren daar echt in het stationsgebied. Wij informeren u nader, maar dit is alvast een soort cliffhanger. Op het gebied van de openbare ruimte, daar zijn door BBC en PPC nog opmerkingen over gemaakt. Met name gerelateerd aan het gebrek aan mankracht wat eerder naar buiten is gekomen. En BBC vroeg van dat baat zorgen, omdat dat uiteraard van invloed was op hoe het groen erbij lag. En de vraag of ik de onbezorgdheid kan wegnemen. En de heer Bouwers gaf al aan van ja, de
natuur of de weergoden zijn nu goed gezind, want het is droog geworden. Volgens mij de hele reden dat het überhaupt zo explosief groeide, waren diezelfde weergoden die ons in eerste instantie trakteerden op enorm groeizaam weer. En, nou, het is wel mooi dat ze dat compenseren nu door de warmte. En wat we ook zien, dat is dan richting BBC. Medewerkers die we uiteraard wel hebben, die zijn gewoon doorgegaan met hard werken om het onkruid weer tot een acceptabel niveau te brengen. En volgens mij is dat nou in het grootste gedeelte van de gemeente ook weer gelukt. Mede inderdaad geholpen door de weersomstandigheden. Maar een gelukje heb je soms misschien ook nodig. Ik kan niet garanderen dat het nooit weer gebeurt. Want ja, onkruid heeft de nare gewoonte om in de hele gemeente gelijktijdig uit de grond te schieten als het groeizaam weer is. Maar we kunnen u wel in ieder geval aangeven, wij proberen er alles aan te doen om dat zoveel mogelijk te beperken. Die nare gevolgen en de duur ervan. Dan heb ik nog een aantal moties. Laat ik beginnen met de motie 2018-11, de Hege-Vosmaten. Ik heb volgens mij al eerder aangegeven, kijk, dat het nu teruggaat naar de algemene reserve, waar het overigens op dit moment al in zit. Dus een bestemmingsreserve is volgens mij niet meer mogelijk, want met vaststelling van de jaarrekening heeft u dat naar de reserves gebracht. Maar volgens mij wordt hier nou eigenlijk een soort pseudo-bestemmingsreserve gecreëerd met deze motie. Mijn vraag die ik nog wel heb aan de indieners is van, heeft u zelf al gedachten waar het dan aan besteed mag gaan worden? Is dat heel breed? Of een geluidswal is bijvoorbeeld wel eens genoemd. Maar het zou ook breder aan leefbaarheid. En in dat kader is bijvoorbeeld ook wel eens geopperd, nou, we zouden wel een nieuwe kabelbaan in de speeltuin kunnen gebruiken. Volgens mij, als u nog kaders wilt stellen, is dit uw kans. En dan hoorde ik dat graag. Overigens, voor een geluidswal denk ik dan met €61.000 nou niet per se heel ver komen. Maar goed, als daar de noodzaak voor is, dan moeten we maar creatief gaan worden. Dan motie 10 over het begraafbeleid. Nou, ik denk een belangrijk signaal, want volgens mij moeten kosten nooit het belangrijkste argument zijn waarom mensen ervoor kiezen om te gaan cremeren in plaats van te begraven. En dat is ook een beetje zoals ik de achtergrond van de motie interpreteer. Mijn voorstel zou zijn om dat nieuw beleid, ik denk dat dat goed is. We hebben ook periodiek overleg met de begrafenisverenigingen, wat anders dan het misschien wel doet vermoeden altijd een heel geanimeerd overleg is. Over allerlei onderwerpen die met begraven te maken hebben. Ik denk dat het goed is om dat beleid gewoon is breder dan alleen de kosten te gaan evalueren. En ik weet zeker dat die wens er ook wel leeft onder de begrafenisverenigingen. Zodat we misschien ook wel nieuwe behoeften op het gebied van begraven kunnen meenemen daarin. En uiteraard de kosten ook. En dan de motie asbestdaken. Het is natuurlijk niet iets wat nieuw is, want sinds 1994 weet iedere eigenaar van een asbestdak, of horen dat te weten, dat hij 30 jaar de tijd heeft om zijn dak te vervangen. Er zijn gelukkig ook veel eigenaren die het al gedaan hebben. Maar zoals zo vaak, en het is natuurlijk geen kleinigheid, is dat wel iets wat de meesten niet meteen kunnen doen. Dus er ligt nog een hele opgave. Daarom is er provinciebreed ook een project opgezet. De provincie heeft initiatief genomen, maar samen met gemeente en ook als COEFOR hebben wij aangegeven, wij willen ons daar ook graag bij gaan aansluiten. Een projectplan asbestdaken. In de ondertitel zal u denk ik zeer tevreden stellen, want dat is alle Drentse daken asbestvrij in 2024. En dat is begonnen met een risico-inventarisatie en bewustwording en communicatie zijn daarin ook hele belangrijke aspecten. Financieel, en dat werd ook al door een aantal fracties al aangegeven, van ja, moeten we nou bovenop de financiële regelingen die er al zijn als gemeente ook nog wat gaan doen? Nou, volgens mij, wij zitten in ieder geval in eerste instantie nog niet op die lijn. Ook niet omdat je daarmee misschien wel degene die al heel snel wel het zelf hebben gedaan en daarmee nog straft ook voor hun keurige gedrag. Wat ik me nog wel kan voorstellen, en dat zie je ook, dat juist het vervangen van asbestdaken en de koppeling aan bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen, dat een koppeling is die vaak wordt gedaan.
Maar volgens mij moet ik niet gaan vooruitlopen op of we dat wel of niet gaan doen. Maar is dat een mooie om voor u als raad ook een uitspraak over te gaan doen. Volgens mij, voorzitter, heb ik alles gehad. Behalve nog één opmerking van D66 over het afvalwater. En dat de Drentse bodem daarvan gevrijwaard moet blijven. De teleurstellende mededeling is, dat gaat u niet lukken. Want het zit er al in. Ja, de koe voor de bodem. Ja, de koe voor de bodem in de gemeente Koevoorde, daar zit al afvalwater in de bodem. Overigens voor een deel afkomstig uit Twente. Maar ik herken uw standpunt wel en dat is wat dat betreft ook consistent. En misschien ter geruststelling, wat ons voorlopig standpunt altijd is geweest. Het is alleen maar aanvaardbaar als het aantoonbaar veilig is en als het geen risico voor lijf en leven met zich meebrengt. Goed, dank u wel. Op dit moment is ook het tijdstip aangebroken dat in voetbaltermen het college blessuretijd zit. Oftewel, de totaal 40 minuten is nu om. Het geeft mij als portefeuillehouder laatst in de rij voor een schier onmogelijke opgave stelt. Ik geef graag de technische leiding van dit blok in handen van de heer Zuur. Maar ik zal mijn best doen dat hij nauwelijks hier zitting heeft genomen of mijn bijdrage kan alweer beëindigd worden. En daarmee beëindigen we tenslotte ook, verkorten we ook de blessuretijd maximaal. Dank u wel. Nou, zoals een eerste helft van het voetbal ook 45 minuten duurt, zou ik zo zeggen. U krijgt 5 minuten. Portefeuillehouder. Aan het woord. En als er straks een bordje omhoog gaat van de extra tijd, zullen we dat meemaken. Dank voor de ruimhartige insteek, voorzitter. Drie thema's, wat mij betreft, dames en heren, die naar voren zijn gekomen in uw bijdrage. En die mij zijn opgevallen als portefeuillehouder voor onder andere P&O en natuurlijk ook kijkend naar het dorpsstimuleringsfonds en dergelijke. En ik beperk me inderdaad wel een beetje tot de hoofdlijnen. Laat ik beginnen met het onderwerp dienstverlening. Er zijn een aantal opmerkingen over gemaakt en terecht. Wat mij betreft ook weer opnieuw aandacht gevraagd aan het aangehaakt blijven van de digitaal minder vaardigen. U heeft hopelijk de tekst die in de kaderbrief staat onder het kopje dienstverlening wel zo opgevat. Dat u van dit college wel ambitie mag verwachten om in deze bestuursperiode daar echt verdere stappen in te zetten. Waarin we juist ook zichtbaar weten te maken dat we ons dat dilemma bewust zijn. In een steeds digitaler wordende samenleving moeten we ook zorgen dat daarin iedereen wordt aangehaakt. U heeft ook gezien dat het onderwerp dienstverlening vooral ook staat in het teken van de opgave om echt een goed benaderbare gemeente in alle facetten, niet alleen bestuurlijk, maar ook ambtelijk, te willen zijn. Lijkt me ook geen kleine ambitie. Lijkt me ook zaak dat we daar ook inderdaad in het bestuursprogramma goede, heldere uitgangspunten en ambities in formuleren. Zo mag u wat mij betreft die tekst in deze kaderbrief althans wel opvatten. Dan, voorzitter, het tweede onderdeel. Toch nog een paar aanvullende woorden aan datgene wat de heer Huizing al heeft gezegd over de subsidiecoördinator. Als portefeuille P&O vind ik het natuurlijk belangrijk dat wij op de fronten waarin we eigenlijk ambtelijke inzet en capaciteit een beetje tekort komen. En dat is helaas niet alleen beperkt tot het onderwerp subsidiecoördinatie, dat ik daar ook nog wel iets over zou kunnen zeggen. Wij redden ons natuurlijk op zichzelf best, want er zijn natuurlijk tal van projecten waar ook nog steeds vandaag de dag subsidies worden binnengehaald, aangevraagd en ondersteuning wordt gepleegd aan diegenen in de samenleving die onze bijstand daarbij vragen. En de fondsen die we allemaal wel kennen, die heel veel verenigingen ook graag benutten, Oranje Fonds, Bennet Cultuurfonds en dergelijke, die worden ook nog steeds wel gevonden. En tegelijkertijd, daar heeft heer Huizing iets over gezegd, voelen we wel een zeker gemis ook op dit front. Dus ik kan vanuit die gedachte ook wel de gedachtegang van de motie plaatsen. Ik zou u wel willen suggereren om minder specifiek te eindigen dan u in uw dictum doet. Verzoekt het college om et cetera, want dat gaat eigenlijk meteen al over formatieplaatsen en de financiële dekking daarvan. Ik denk dat dat goed is
De heer Huizing heeft ook al iets gezegd over, realiseert zich dat er dan ook iets te besteden moet zijn, want alleen met cofinanciering kun je ook subsidies aanvragen. Maar dat we iets generieker, in een iets generiekere benadering van deze uitspraak, u ons denk ik wel aan uw kant kunt vinden. Namelijk, laten we eens goed kijken waar we nu die capaciteit dan echt tekort komen, waar die echt aanvullend zou kunnen zijn aan die vele maatschappelijke initiatieven die we ook in het kader van deze bestuurstijl die we door willen zetten, ook de komende jaren nog hard nodig hebben. Wat daar onze toegevoegde waarde ook kan zijn. Wat daarvoor nodig lijkt, je kunt ook advies en kennis over subsidiepotten inkopen tenslotte. Maar laat daar dan even een gericht onderwerp binnenkort, want u heeft duidelijk ook de urgentie uitgesproken. Laten we daar dan binnenkort, dus ergens in het najaar wat mij betreft, ook echt hier even op inzoomen. En kijken wat dan de voor de hand liggende en haalbare organisatievorm is die daarbij komt. Goed, dat eventjes over dat aspect, over de subsidiecoördinator nog avond, wat ik al zei. En dan afsluitend, voorzitter, toch nog wat opmerkingen over het stimuleringsfonds en dergelijke en de motie die daar ook aan gewijd is. Want wij hebben ook daar natuurlijk te maken met een proces wat volop loopt en wat volop doorgezet wordt. We eindigen weliswaar in formele zin de ronde stimuleringsfondsmiddelen die loopt tot en met dit jaar. Dat betekent ook dat we pas een werkelijk beeld hebben over het beslag aan middelen aan het eind van dit jaar. Immers, fonds 1 loopt in november de besteding en fonds 2 is ook pas aan het einde van dit jaar duidelijk wat de ontwikkeling en de aanvragen ook om van de dorpsbudgetten gebruik te mogen maken. Dat is een proces in beweging. Inmiddels zijn er 17 dorpsbudgetten aangevraagd. Een aantal van u was er gisteravond getuige van dat er in veel dorpen ook nog wel een worsteling plaatsvindt over de vraag van ja, maar als we dat dan zouden willen aanvragen, wat betekent dat dan precies? Wat vraagt dat precies van ons? Niet alleen nu bij de aanvraag, maar ook om dan daadwerkelijk daarmee aan de slag te gaan, kunnen we dat allemaal wel borgen. Heel veel terechte vragen en ook evenzo terecht is het dus dat er vanuit de organisatie volop wordt geïnvesteerd om dat gesprek ook te voeren met de vertegenwoordigers van de dorpen. Dat proces is nu ook gaande. As we speak zou je bijna zeggen, in ieder geval een rondje nu met de gebiedscoördinatoren en de verschillende kernen. Waarbij ik verwacht dat de lijn die we sinds het korte bestaan nog maar van met name dat deel 2, die dorpsbudgetten, dat we zullen zien dat er een geweldige positieve ontwikkeling in blijft zitten. En als je dat zo zegt, dan moet je natuurlijk ook wel afvragen in hoeverre dat niet betekent dat we sowieso op hele korte termijn misschien wel geconfronteerd worden met het feit dat de hoeveelheid aanvragen nauwelijks meer te behappen zullen zijn. En dan gaat het dus over meer en andere aspecten dan alleen maar de vraag en de uitvraag ook stellen aan dorpen, zou het niet mooi zijn als u meer geld zou krijgen? Dan weet, als het zo plat maakt, dan denk ik ook dat ik het antwoord wel weet. Maar het gaat natuurlijk om meer wat we er met elkaar in hebben willen stoppen. Namelijk dat we inderdaad van het stimuleren en het faciliteren van onze samenleving nog veel meer mooie dingen tot stand zien komen. En natuurlijk, uiteindelijk, ik voel wel een beetje mee met de redenering die eerder vanavond langskwam. Ja, uiteindelijk zult u als raad denk ik ook het totaal willen beoordelen waar de middelen op ingezet worden en welke doelen daarmee worden bediend en of het allemaal nog in redelijkheid zich tot elkaar verhoudt. Dus dat zijn wel wat bemerkingen die ik op de gevraagde uitspraak rondom het stimuleringsfonds wel aan u wil meegeven voor de beraadslagingen in de pauze. Reëel is natuurlijk ook wel om vast te stellen dat naar waarschijnlijkheid de huidige middelen en de huidige cyclus van het stimuleringsfonds deel 2 waarschijnlijk niet helemaal zal worden uitgeput. Dus daar ook geen misverstand over. Maar tegelijkertijd weten we ook dat er hier en daar ook nog wel andersoortige financiële vragen liggen ten aanzien van wat er in aan goede plannen ligt en waar we misschien ook eventjes wat ruimte voor improviseren moeten hebben, juist nu we kijken naar de aanbevelingen van die nota van buitenstreepje spel. De dilemma's die daarin worden geadresseerd. En die we niet alleen kunnen beantwoorden, die dilemma's. Maar waar we ook samen met de samenleving dat gesprek over willen aangaan. Voorzitter, laatste opmerking, want er werd even gesuggereerd. Ik dacht dat de heer Bouwers was. Dat er een koerswijziging zou zijn dat wij opeens allerlei andere gesprekspartners dan plaatselijk belangen zouden hebben gevonden.
Nou, misschien moet ik er twee dingen van zeggen. Je zou kunnen zeggen, nou, gelukkig wel. En tegelijkertijd ook niet. Want we hebben consistent nog steeds de lijn te pakken. Dat wij vanuit het college althans de verenigingen van plaatselijk belang, althans de lokale organisatiestructuur, nog steeds als onze primaire gesprekspartner beschouwen. Maar de opdracht was natuurlijk wel in het verbindende besturen om vooral ook de energie van die samenleving waar hij zich ook maar bevindt te faciliteren, te onderkennen en daarover het gesprek aan te gaan of we ook in de verbinding tussen dit soort specifieke initiatieven en bijvoorbeeld de betreffende Vereniging van Plaatselijk Belang kunnen zorgen dat er nog meer mooie en goede dingen gebeuren. Dus dat even de kanttekening op de vraag van de heer Bouwers en daarmee sluit ik af. Dank u wel. Ik hoor bij motie 2018-16 een mogelijke overleg aankomen tussen portefeuillehouder en de indieners van de motie. Maar goed, dat zal zich wijzen in de schorsing of in de pauze. Ik geef het woord weer aan voorzitter Bert Bouwmeester. En dank aan de plaatsvangend voorzitter. Voor mij de prettige taak om dan nu te constateren dat de eerste termijn hiermee is afgerond. We hebben nu de pauze. Het is inmiddels bijna rust. Elders. Ik schat in dat u nog wel iets tijd nodig heeft om misschien toch even nog stil te staan bij de stand van zaken rondom de ingediende moties. En de beantwoording dan wel de pre-adviezen die daarbij zijn gegeven. Zou het met elkaar kunnen redden om bij aanvang van de tweede helft hier ook onze tweede helft te starten? Dus zeg maar 9 uur hier weer. Ja? Dan schors ik de vergadering tot...